Ja, vrijdagmiddag, uurtje leuk, of vier. Leuk dat je erbij bent, Skyd. Leuk dat jij er... Leuk dat jij erbij bent. Volgens mij had Boris hier naast me moeten zitten. Ja, eigenlijk. Boris is weer fashionably late. Dus ik moet eigenlijk de redactie doen, want wij gaan een zondag op trip. Weet je dat? Ja, dat weet ik. Dat weet je al. Ja. We mogen nog niet zeggen waarheen. Nee, ik kijk er heel erg naar uit. Dus je kijkt er echt heel erg naar uit. Je hebt een feestje, hè? Ik heb een feestje inderdaad. Ja. H7 Warehouse Reactor met Jeroen Search en Developer en Taddeo, Sinful, Castagrain. Dat duurt tot 6 uur en volgens mij word ik om 8 uur opgepikt of zo. Ja, we lopen er doorheen te jengelen. Wat is geluid hier? Nee. Ah, hier. Maar ja, dat klopt. We komen jou ophalen. 8 uur vertrek stipt. Ja, nee, jullie komen me niet eens ophalen. Ik moet gewoon ergens staan om 8 uur. Nou ja. Nog. Want je hebt vast wel iemand die je wakker maakt, toch? Niet? Ik denk dat ik gewoon wel wakker blijf. Dan wordt lekker gezellig in de auto. Ja, kijk, of ik kan om 1 uur naar huis gaan en een paar uurtjes slapen. Of ik kan gewoon tot 6, 7 uur doorknallen en dan gewoon even thuis een douche pakken. En dan gewoon lekker even rustig aan doen in de auto en dan knallen uiteindelijk op de locatie waar we moeten zijn. Ja, dat is nog top secret. Dus aflevering 2 gaat het worden. Dus, kijk er naar uit. Ja, de 14e komt hij op tv, 10:30 MTV. De 7e beginnen we trouwens, hè? 7e? 7 april. 7 april, zet 7 het in je april. Agenda. Check die shit op televisie, joh. Kleine moeite, programma's duren een half uur. Is al bekend welke dagen? Heel veel dagen, maar er komen promo's en alles. Wees maar niet bang. Houd het in de gaten. Het wordt vet. Ja, zeker. Het enige echte brute gamesprogramma op tv. Absoluut. En wat ook vet gaat worden is de komende 2 uur met footage van... We zijn hem hier al een beetje aan het checken. Ja. Infamous Second Son van ontwikkelaar Sucker Punch. Exclusive voor de PlayStation 4. Jij en Boris zijn er al mee bezig geweest. Ja, inderdaad. Als we het over de duivel hebben, over de duivel, daar komt hij binnenwandelen. Onze Boris! Yay! Ja, dat zijn dit voor tijden, jongen. Nou, dat moet jij zeggen. Wat? Jezus. Ja, wat? 20 jaar lang komt hij te laat, elke dag. Dat je later binnenkomt en zit. Wat? Nee, goed om te zien dat je het serieus neemt allemaal, dit hele Twitch gebeuren, hè? Ja. Ja, we horen je toch niet. Ik neem het heel serieus. Dat is Boris. Kijk, ik heb mijn camera bij, want ik wil wat foto's maken. Ja. Goed, man. Dat is leuk, dat is allemaal leuk. Vet shirt heb je aan, man. Ja, hè? Laat het eens even zien aan de mensen. Tof, hè? Heel vet. Welk team is dat? Dat is Team Patta. Oh. Edson en Tim en G en zo. Ja. Vet shit. Boris, ik heb wel gehoord hoe vroeg Skyd wakker moet worden zondag. Nee, hoe vroeg moet hij wakker worden? Heel vroeg. Ja, ik moet 8 uur klaarstaan, maar ik heb ook nog een feestje op zaterdag. Waar moet je klaarstaan? Voor wat precies? Hoe kun je op jouw leeftijd dan nog feestje? Oh, jullie gaan naar Duitsland. Dat ga je toch niet meer, doe je toch niet? Gast, dat feestje dat stond al. Oh. En eens in de zoveel tijd moet ik gewoon even een feestje pakken. Kom even gewoon... Midlife Kings, man. Ja, Midlife Kings. Schrijf ze even op. Midlife, ik ga lopen feesten. Ik ben juist letterlijk raken dat ik het gewoon niet meer doe, dat feestje hier. Ja, je mag een koptelefoon. Je hebt een dunnere nek dan ik. Nee, ik ga geen koptelefoon. Ja, want ik ga zo weer weg. Nee, maar je hebt hem al, die koptelefoon. Ja, maar ik ga zo het beeld uit. Je zit er al, man. En hier gaan de mensen erin praten, dat wil je. Nee, ik wil spelen namelijk. Want wat Skate kan er echt geen ene flikker van. Ja, ik heb toen in de koptelefoon eventjes ergens in. Ja, ik ga echt niet die koptelefoon. Ik heb geen zin in hier. Ja, maar die komt al. Hey Skyd, hier heb een koptelefoon voor je. Oh ja, te gek, man. Stronger through struggle. Zo, heb ik er niet in? Ja, goed zo. Goed, leuk dat je er bent, Boris. Ja, dankjewel. Ik dacht, ik neem een laptop mee. Dan kunnen we even kijken naar, we gaan naar kijken. De reacties. Oh jezus, van wat? Van... camera's. Ja. Ga je een nieuwe camera kopen? Nou, dat was ik van... Iemand kwam bij me en zei dat hij een camera wil hebben. Dus dat... Boris Skyd en Shelly spelen Infamous. Shelly, wat zie je er goed uit vandaag? Wat heb je een leuke baard? Ja, daar schrikken jullie van, hè? Ja. Maar nee. Kijk, daar zitten we. Shelly, die komt er nog wel bij vandaag. Oh ja. Ja, want Shelly, dat klopt eigenlijk niet helemaal. Want Shelly is heel goed in Call of Duty. Oh. En dat was ik ook ooit. Die ga ik jou eventjes helpen met ownen. Oh nee. Ja, we hebben trouwens de Call of Duty de nieuwe update erop zitten. Of tenminste, die is al niet meer nieuw, maar die kunnen jullie de ook nieuwe maps. Nieuwe maps, inderdaad. Kies die even uit in het begin. Vorige keer was ik te vergeten, was een beetje dom. Kijk, geef mij die controls, man. Het is niet om aan te zien. Wat ben je aan het doen, man? Heb je dit al gespeeld? Ja, dat heb ik toen in Hilversum al gespeeld. Is er al bekend wie Diablo 3 heeft gewonnen? Die mails worden nu, as we speak, door Dominique verstuurd. Dus hou tussen nu en een uur de mail in de gaten. Dan weet je of jij Diablo 3... Ik wil even Infamous spelen. Huh? Ja, kan het helemaal niet. Hij is weer dood aan het gaan. Hier, ik leef nog steeds. Oh. Drain gewoon even dat die, heb ik die net shit. Gedaan. Nee, drain het nou. Heb je nog lekker gefietst, Dennis?
Ja. Gefietst. Is er iets met de fiets? Oh, je hebt maar drie van die granaat dingen. Drie. Maar Boris, leg even uit, je bent bezig geweest. Is het wat? Wat? Deze game? Ja, ik vind... wat is dat? Een raar geluid komt eruit die speaker opeens. Wat is dat? Hoor je dat? Die gaat dood. Die gaat dood. Nou, ik vind deze game echt fucking vet. Je spont gewoon als een guy. Dat is bizar. Dat vind ik dan raar. Bob de Vries, wij gaan zeker geen orgie voor de camera houden. Geen orgie, waarom echt, niet? Nou, daar word je echt daar word je niet vrolijk van als dat gebeurde. Jezus. Infamous ziet er fantastisch uit. De gameplay ligt me alleen niet. Nou, ik zou je eerlijk zeggen dat... kijk, wat jullie gedaan hebben... Ja, hebben niks gedaan, hè? Ja, ze hebben die fucking shit helemaal niet geüpgrade. Ja, ik kom je hebt nul shards, man. Gast, ik kom net binnenlopen hier. Nooit binnenlopen? Wat is het nou? Je bent Jelle, dit heeft Jelle je gedaan. Je bent al helemaal die neon powers heb je, maar je hebt nog helemaal geen upgrades. Ik neem hier net plaats en ik doe het met wat we krijgen hier. Wat is dit voor een gaye shit? Ik zou je zeggen, deze game is echt pleurisvet, maar je moet wel... Ja. Het spelen zoals je het moet spelen. Ja. Maar hoe speel je het? Ben je de goede of de slechte? Nou, dat mag je zelf weten. Dat is maar het leuke. Speel je het goed of slecht? Ik ben slecht. Ik heb zoiets waarom? Van, ik hoef niet goed te zijn. Ja, dat kies je in het begin. Nee, in het echte leven is het als een goede zo'n daarom, guy, hè? Moet je kijken, joh. Hier, wel lekker geluncht in Den Bosch. Dat zijn gewoon allemaal lui die gewoon weten waar ik ben geweest de afgelopen week. Heb je in Den Bosch geluncht? Ik heb afgelopen woensdag heb ik in Den Bosch geluncht. Hebben we gefilmd voor de Gamekings aflevering. Met mijn meisje? In mijn eentje. Huh? In wat, in Den Bosch? Ik moest wachten. Waar moest je op wachten? Daar ben ik bij station heb ik een lunchtentje gaan zitten. En heb ik een uitsmijter met chorizo en oude kaas op. Dat meen je? Oh, ja, dat is lekker. Man. Dat is heel lekker was dat. Hé, ik zal jullie even vertellen over mijn Neon Powers. Ja. De hoofdpersoon van deze game. Die neemt superkrachten over van Neon. Bepaalde gasten. Ja, conduits. Conduits zijn het inderdaad. En kijk, de hele grap is dat je... wat gebeurt er hier, man? Jesus Christ. Ha, Carludo, nou weet ik wie je bent. Je bent die guy met zijn baard. Ik kan alleen maar dit doen ook. Maar goed, nu moet ik... je begint de game, dan heb je hele toffe superpowers. En die kun je levelen en upgraden en weet ik veel wat. Het zijn er vier, hè? Neon, smoke, video en... Wat is die laatste ook weer? Nou, je begint met smoke, dan heb je neon en... Moeilijk, hè? Praat een game tegelijk. Ja, is heel moeilijk. Maar ik vind het heel kut, omdat jullie alleen maar goed zijn. Hey, hier staat... ik wil weten wat het over gaat, Skate. Skate, heb je al een nieuwe medaille nodig in plaats van die van Gears of War? Want dan sturen we die wel even op naar je. Is het Rory? De eindbaas zegt dat. Rory. Rory? Rory. Maar wat voor medaille was er dan? Ik heb ooit een Gears of War medaille van hem gekregen. Maar je hebt een nieuwe nodig, toch? Ik heb inmiddels wel weer een nieuwe nodig. Een Dark Souls 2 medaille graag. Waarom? Vind je het zo tof? Ja, dat is gewoon waar al mijn tijd in opgaat. Je zou Titanfall moeten gaan spelen, jongen. En dan moet ik eerst de Xbox One hebben. Nou. Kan je hem kopen voor me? Ik ga hem niet kopen. Wat is er mis met jullie? Niemand heeft een Xbox One hier, behalve Dennis. Nee. En een PlayStation 4 ook niet. Ja, dat heb ik nou al 100 keer uit. Nee, maar je bent toch een fucking gamer, man? Ja, dan ga jij nu wat al ben je nou voor een gamer? Je bent ja. Je bent een game king ook nog een keer. Kijk, deze shards moet je hebben. En als je er genoeg van hebt, dan kan je shit upgraden. Goed, je ziet, ik heb één shard collected, 6 upgrades available. Ja. En die Xbox One komt waarschijnlijk wel in september. Wanneer je er gewoon voldoende goede next-gen games uit. Ja, maar wat is er mis met je dat je geen PlayStation 4 hebt? Als iedereen in september al klaar is met Titanfall, dan zegt dat meer over de game dan over mij. Maar even nog over waarom je geen PlayStation 4 hebt? Ja, omdat ik het nog niet de moeite waard vind om zoveel geld te geven. Kijk hoe fucking vet Infamous Second Son is. Ik vind Infamous niet zo heel goed als dat jij weet je het wat vindt, ik Boris. Vind? Jezus Christus, ik vind dat je niet zoveel... pillen in je mik moet steken. Dit is gewoon toch schitterend, man. Dit is toch veel toffer. Geef je? Ik vind het eerlijk gezegd niet zo heel erg lang tof blijven. Nee? Nee. Nee, je hebt 1 seconde gespeeld voor dat die controle waar je handen Ik heb een paar erop. Uur gespeeld en ik vind het gewoon op een gegeven moment na een paar uur al een klein beetje vervelend. Ik vind het verhaal daarnaast ik vind jou ook vervelend, niet zo man. Heel erg. Het is fucking vet. Ja, dat mag jij zelf weten, Boris. Kijk nou hoe tof het is. Oh, kijk nou hoe tof het is. Nee, maar kijk nou gewoon die wereld. Het ziet er heel goed uit qua effecten. Omdat die gasten niet de moeite hebben genomen om het personage te upgraden door die shards te zoeken. Nou, ga ik dat doen? Mee. Begin dat maar. Nou, ik zal het even laten zien. Kijk hier in dit blauwe ding. Boris. Wat? Cancel. Wat is er?
Ik weet het niet. Ik heb alles gesloopt. Wat ben je aan het doen? Je hebt mijn laptop uitgezet. Ik heb je laptop uitgezet. Laptop heb je aan. Kijk, in dit blauwe ding wat je hier ziet, waar iemand nu zijn ding op zijn hand op de scanner legt, daarin zit een shard. Mm-hmm. En die shard, die moet je collecten, want daar kreeg je... Maar die guy wil liever niet dat je er staat. Die guy wil niet... Kijk, dat is leuk als ik er naartoe loop. Hij is van de DUP, hè? Kijk, wat hij doet... Slam in zijn bek. Oh, ik mag gewoon toe, maar ik mag niet naar hem lopen. Als ik naar hem loop, dan schrikt hij op me. Nou, dat is leuk, want als ik nu de scanner gebruik... Kijk, en dan moet ik met dit touchscreen moet ik mijn hand daar doen. Oh, leuk, touchscreen. En dan gaat hij kijken of ik een conduit ben. Nou, en Skate, wat denk je dat er uitkomt? Ja. Ja, want ik ben een fucking conduit. Oh, jezus. No. Wow. Waarom ben je niet gewoon links en langs gegaan over de trek? Omdat ik wil er niet langs. Hij wil die shard hebben. Ik wil de shard. Kijk, bam, hier, bam. De pleur is ermee. En hop, drain de shard. Hoppa, ik heb hem. En weg ben ik. Neon powers, jongens. Ja, dat wappa, is heel tof. Wappa, dan ben ik weg. En weg ben hey, draait anno 2014 alles op graphics? Dat is een discussie hier. Draait het alles om graphics? Nee, absoluut niet. Nee, anders niet. Zouden heel veel mensen bijvoorbeeld Dark Souls 2 niet spelen. Oh. Want dat is niet het werelds mooiste game. Integendeel, zelfs gedowngrade. Ja, wat is dat verhaal eigenlijk? Ja, het bleek gewoon dat ze met de lighting engine die ze hadden aanvankelijk... en waar ze ook al die promo's mee hebben gemaakt... Mm-hmm. Dat gewoon die game niet goed liep. En dus hebben ze er eigenlijk gewoon last minute voor gekozen om het toch met te downgraden. Ja, want ik het is wel een beetje, het is wel een beetje bedrog ook. Een beetje het verhaal van Watch Dogs als het ware. Ja, en van Aliens nog erger. Om het je ergens te noemen. Precies. Maar dat niet gecommuniceerd wordt met nou, er is vandaag wel een communicatie langskomen. Vandaag wel. Dat de game te moeilijk zou zijn met die lightning. Nee, niet zozeer te moeilijk, maar dat het gewoon dat hij niet goed zou draaien. Ja, dan wordt hij zo dat te moeilijk. Nou, dat vind ik dan een beetje vreemd dat hij te moeilijk zou worden. Moeilijk is gewoon de. Maar hadden we dus eigenlijk beter Dark Souls kunnen spelen dan dit? Ja, maar dat zei ik 2 weken geleden al. Jongens, jullie zijn zo ziek in jullie. Laat mij binnen. Ik vraag een vraag. Ik bedoel. Als ze mij leggen, hadden we gewoon Titanfall gespeeld. Ik stel dan niet eens. Ik bedoel, normaal gesproken stel ik niet eens iets voor of zo, voor dit. Weet je wel, dan bel je. Kun je misschien vrijdagmiddag komen? Maar ik wil hier gewoon binnenkort 2 uur lang even gewoon keihard met Dark Souls 2 aan de slag gaan. Willen jullie dat ook? Laat dat dan even weten in de comments. Dan ga waarom ik binnenkort zei je dat gewoon willen, lekker. Man? Omdat die game fucking vreed is. Ja, dat snap ik wel. Dat is een game die een uitdaging biedt gewoon. En je bent gewoon constant bezig met het upgraden van je wapens en de zoektocht naar het ultieme wapen en de ultieme gear. Dat is toch zeggen mensen hier dat Dark Souls sucks. Nou, dat moeten ze zelf weten. Daar ben ik dan ook weer niet mee eens. Ja. Net zoals ik Infamous 2 wel tof vind, maar niet fantastisch. Kijk nou hoe vet het is, jongens. Hey, weet je wat we ook binnenkort kunnen gaan streamen? Nou? Echt een totaal ander game. Een nieuwe Blizzard game. Heroes of the Storm. Ja. Ik krijg binnenkort daar de beta van, de gesloten beta, en die mogen we streamen. En ik moet wel even tegen Brenda zeggen dat je even je mond moet houden, Brenda, met je Dark Souls sucks. Even normaal doen nou, hè? Anders gooi ik je uit mijn vriendenlijst op PlayStation. Brenda, zit je nou weer met Brenda te flikflooien? Nee, ik zit nooit te flikflooien met andere vrouwen. Nooit. De tijden zijn voorbij, Boris. Voorbij noemt hij dat. Midlife Kings, jongen. Hey, welke stad is het eigenlijk? Zelfs mijn midlife crisis ben ik al voorbij, jongen. Je bent zo next level. Dat je... Ik ben echt next level met dit. Dit is Seattle. Alles is in Seattle. Het is lekker een game om hierheen te gaan. Ik vind de wereld wel een stukje toffer dan de voorgaande twee. Mede ook omdat Sucker Punch natuurlijk gevestigd is in Seattle. Ze spelen als het ware thuiswedstrijd. Vond jij niet New Orleans? Ja, dat vond ik een vettere setting. Nee, daar was ik op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee. Oké. Oh. Ik ben zo niet geleveld dat ik de hele tijd weg moet rennen, anders ga ik dood. Ja. Dat is vrij terrible. Thuis ben je veel harder geleveld. Had je niet gewoon even je save game hierop kunnen overzetten of zo? Ja, had ik wel kunnen doen, maar... Dat is niet gebeurd. Je was vrij laat hier, hè? Nou, ik was er al de hele dag. Maar... Ja. Maar ik denk, bepaalde dingen... Je was dingen prioriteit aan het stellen. Dingen worden wel geproduceerd. Hier, ik ga voor zijn hoofd schieten. Oh, kut. Mijn shit is op. Oh, volgende week ook Nevelstrijk voor Battlefield 4. Speel je dat nog, Boris? Wat? Ja, volgende week. 4. Ja, volgende week Battlefield 4, yes. Nu moet ik even een neon ding vinden om weer nieuwe neon powers te doen. Hoe kun je zien waar het is op je map? Nee, je weet toch hoe een neon ding eruit ziet? Nee, dat weet ik niet. Kroket, hey. Ja, je ziet er oud uit, Skate. Wacht maar als jij bijna 42 bent. Gaan we eens even zien hoe jij eruit ziet, jongen. Hoe oud ben je nou? Wat zeg je nou? 41. Oh.
Niet. Bijna volgende maand 42. 42 jaar. Nee. Oh. Nee. Dan mag ik dit gezicht hebben, ja? Godverdorie. Ik denk dat ik wel de knapper uitzie dan jou als ik 42 ben. Dat denk ik niet, Dennis. Nee? Dat is nu al niet eens het geval. Het is nu wel het geval. Nee, je bent hoe oud? 31? Ik ben 34. 34? Ja. Je ziet eruit als 41. Kom op, man. Ik zie de auto, ik ben George Clooney. Er zijn toch best wel wat mensen die zin hebben in deze game, hoor. Oh, het is ook zeker geen slechte game. Het is echt wel een toffe game. Oh, nu is het opeens geen slechte game. Ik heb gezegd dat het geen fantastische game is. Waar heb je het nou weer over, man? Het is fucking absoluut fantastisch. Nee, ik vind bam, daar voor je. Sandbox game, maar het heeft voor mij niet die punch die een GTA 5 bijvoorbeeld had. Nee? Qua verhaal, maar waar heb je het over, man? Dat is dialogen, qua maar natuurlijk, dat is een heel ander level, is dat. Deze shit is echt wel heel erg tof, hoor. Ik ontken ook niet dat het tof is, maar goed, daar gaan we verder geen discussie over houden. Ja, je zei net dat je het niet tof vond. Je zei net dat je het kut vond. Dat is niet waar. Nee hoor, absoluut niet. Je vond het gay, zei je. Ja, oké. Leg me maar weer woorden in de mond. Hè? Ik ga heel eventjes die gasten een kopje kleiner maar in elkaar rammen. Want ik moet zelf verder zien te levelen. Wat is Delsiens, de main character van deze game? Hij is een beetje emo. Wat is de opzet? Wat is zijn plan? Hij is gewoon tegen de establishment. Dat is gewoon het hele ding. En het is een beetje X-Men, hè? Nou, hij is als het ware een soort mutant en mutanten worden bedreigd. Ja, behalve dat zijn broer een politieagent is. En die zit heel erg verscheurd tussen twee werelden. En daarnaast is er gewoon een complot aan de hand. Als het gaat om deze Delsin. Waar was ik? Oh, ik was daarachter. Sorry, ik zit een beetje. Ik probeer twee dingen te doen. Dat is wel in deze game erg moeilijk. Bam, hier. Dit. Ja, hier, kijk eens. Bastien en Adriaan Boris, jij zei eerst ook dat Killzone Shadowfall fantastisch was. Ja, dat was het ook wel, totdat je bij level 4 kwam of zo. Kut. Ja, het is een topskate. Wat vinden jullie eigenlijk van Boris' shirt? Ik wil het even horen. Ja, laat mij weten wat het vinden van mijn nieuwe Pata shirt. Kanker, ja. Ga ik weer. Pata represent. Niet zo, niet met kanker. Cervantes NL zegt, Titanfall is helemaal kut. Beetje botsknal. Dan snap je niet. Nee, dan begrijp je het allemaal. Check nog even onze review. Die van Ik heb gewoon van gisteravond nog even te spelen weer. Ik kan er niet van afblijven, man. Nee. Ik vind hem echt wel tof. En de mensen die zich afvragen waarom de Kralingen Noord of Titanfall ook nog op PlayStation 4 komt, ik denk Titanfall 2. Ja. Ik denk dat we een dermate sterke fanbase gaan krijgen van deze game. Mede omdat heel veel mensen toch een beetje klaar zijn met de gevestigde shooters, dat Titanfall nog wel een aantal vervolgdelen zal krijgen. De pleuris. Denk je ook niet? Ik heb gisteren een nieuw vizier voor mijn geweer. Ja, ik denk dat die volgende gewoon een multiplatform is. Tenminste, een multiplatform. PC. Xbox One en de Bats, PlayStation hier. 4. Hoppa. Hoppa. Zag je wat Boris deed? Kan ik hem nou afmaken ook of niet? Jullie zijn enemy executed. Oh, ze willen weten waar ze het shirt kunnen halen, Boris. Niet. Friends and family. Iedereen gewoon met jouw shirt rond kan lopen straks. Ben ik geen friend and family? Tim. Ed, kom op, man. Ik wil ook zo'n shirt, man. Nee, dat kan niet. Boris heeft hem al. Ja, maar ik ben ook friends and fan. Ja, maar dan moet ik een ander shirt. Ja, oké. Okay. Dit vind ik zo, dan heb ik dus geen neon meer. Dan lijkt dat ik een soort scheet, een soort neon scheet. Kan je dat tegen iemand aan doen? Dat is wat deze game eigenlijk is, een neon scheet. Oh. Nou, ziet er mooi uit, maar het stinkt wel een beetje. Nee joh, nu ga je echt Dark Souls 2 is nog kutter dan Joyride, staat hier. Hou toch op joh, daar snap je echt helemaal niks van. Ik denk dat het een spijker op zijn kop is. Ja. Oh ja, maar Joyride is ook absoluut niet mijn beste werk hoor. Gast, het is je levenswerk. Maar wel het werk wat het meest geld heeft opgeleverd. Wanneer gaan wij weer eens een keer samen een hitje opnemen, Skate? Gaan we een keer een carnavalsnummer doen? Timberland's Beat. Nee, niet Timberland's Beat. Het bracht de meeste geld in. Dat check maar even Skate the Great Spitfire of Richard Simon Says op YouTube. En, nee, je blijft gewoon hier. Deze stream kijken. Later. Hè? Ja, later vanavond. Of Next Chapter, Props Don't Pay the Rent. Dat soort werk. Kennen jullie hier. Zeker niet, gaat lekker, Boris. Kill them all. Vet shirt. Ja, toch? Ja. Hoppa! Hey, Bam. Hebben jullie Metal Gear, vind ik heel leuk, Metal Gear Ground Zero is al uit. Ja, 2,5 minuut, toch? 2,5 minuut had Boris hem uitgespeeld. Dat was heel snel. Dat is niet waar. Ja. 2,5 minuut. Een uurtje. Ja, dan doe je er echt heel lang over. Oké. Okay. Oh, hier heb je iemand die kan ergens weer niet tegen, maar die een heel verhaal vertellen. Zo, die is een hele review. Jezus, kutje likker 21, man. Ga dat even thuis doen. Wat, hè? Kutje likken. Houden jullie ook van het likken van kutjes? Absoluut. Absoluut.
Ja, het likken van een kutje toch wel? Ja, ja, zeker. Liefhebbers van het likken van een kutje. Ja. Dennis ook? Vier voor vagina. Lekker. Dennis vindt het altijd zo ongemakkelijk over dat ze... Ik wil niet over seks hebben. Waarom niet, jongen? Dennis, wat is er mis met het likken van een kutje? Ja. Kijk, ik had Dennis rood zien worden. Goed, jongens. Veel plezier. Thanks, kutje. Lekker voor steen. Ik ga weer aan het werk. Maar ik ben heel benieuwd of je... Ik moet nog een script voor jou schrijven. Dennis, we hadden het net over kutjes likken. Ja. Ik moet nog het script schrijven. Is goed, jongen. Ga jij lekker Dennis script krijgen, dan gaan wij even lekker praten over kutjes likken. Ja, inderdaad. Ik denk niet dat Dennis dat doet. Nee, hè? Heb je die laptop nodig? Nee. Dit is ik moet er gewoon... Dennis is nu heel ongemakkelijk. Ja, maar ik wil ook de chat willen kunnen volgen. Twee tellen. Oké, nou hier. Twee tellen even van de laptop af. De Apple TV share. Ik moet eventjes... kijk, hier zijn meer guys. Kijk, ik ga even deze... Wat het is met deze game is dat je die buurten moet je vrijmaken van een DUP. En als je dat goed doet, dan ben je daar de baas. Dus dat doe je door ongeveer door de hele shit te vernietigen. En die gasten af te maken. Boppa. Kijk, deze gasten bevrijd ik eventjes. Al die keuzes die je maakt daarin, die hebben toch ook invloed op hoe jouw karakter zich verder ontwikkelt? Ja, dat of valt het wel mee het is niet. Het is niet zo subtiel. Dus je maakt het is wel, wel subtiel. Nee, juist niet. Je maakt 3, 4, 5 keer in een game een keuze of je goed of slecht gaat. Dat zijn een soort van fundamentele keuzes. En daarnaast kun je bijvoorbeeld de hele tijd kiezen of je iemand execute of hem vastbindt. En dan krijg je dus of blauwe of rode karmen. Maar de ontwikkeling van dit personage is al helemaal de goede kant op gegaan. Dus is het lastig. Wie heeft het dan... Ik bedoel, deze game is al een tijdje onderweg nu, hè? Hier in de singleplayer. Waarom heeft niemand die shit geupgrade dan? Hoe bedoel je? Omdat iemand dit gewoon... De shards en zo. ...zit te spelen die dat niet kan. Zo. Maar ja, de shards zijn niet geupgraded. Maar nu heb ik wel een aantal shards. Dus nu kunnen we even kijken of ik wat kan upgraden. Kijk, nu kan ik... en ik wil natuurlijk de phosphor beam wil ik upgraden. Hoppa, en nog een keer. FR12 Koen vraagt trouwens, is het het waard om de oude Infamous games nu nog te spelen als je ze nooit hebt gespeeld? Infamous 1 wel. Ja, nou, 2 in mindere mate. 2 was niet eens zoveel slechter, maar... Het is een beetje nog het oude vastgekoekte concept van een sandbox game principe waar je mee te maken hebt daar. Ik was nou, weet je wat het was, die game? Weet je nog dat je hem aanzette en dat hij dan helemaal Nederlands was? Ja, dat kon ook uit, hè? Ja, dan moest je hele shit moest je dan in het Engels zetten, je hele PlayStation. Oh, ik ben natuurlijk goed, dus ik ben activisten. Ja, ik ben zelf helemaal de evil kant op gegaan, dus ik... voor mij is dit allemaal eventjes... even wennen. Maar wat vind jij bijvoorbeeld, en dat vragen meer mensen zich af hier in de chat, wat je van de... niet al te realistische stem van deze guy vindt. Soms zit hij echt gewoon in hele hectische, explosieve situaties... en dan blijft hij gewoon een beetje kalm lullen. Ja, nou ja, ik snap die kritiek wel, weet je. Ik bedoel, weet je, jij ze deed net ook al. Je kan deze game niet met alleen omdat het open wereld is, met GTA 5 Nee, ik wil het ook niet met GTA 5 vergelijken, maar... sommige dingen doet het gewoon niet zo heel erg sterk. Kijk, het hele actiegebeuren, dat is gewoon top-notch. Dat is gewoon hartstikke vreed. Nou, ik zou zeggen... effecten die erbij komen kijken. Het verhaal is niet bijster fascinerend. En... wacht even die ding. Godverdomme. Kleuris. Ja, daar gaat hij. Je hebt hem. Het verhaal is niet heel erg interessant per se. Het is gewoon de dingen die je doet in die wereld. En ik vind die wereld heel tof. Ik vind Seattle super cool gedaan. Het begin van de game speel je dus overdag. Dan vind ik het echt heel mooi. Nu speel ik het voornamelijk 's nachts. En dan ze hebben dat met dat neon hebben ze wel erg leuk gedaan. Maar je ziet wat minder van die wereld gewoon. En dat is af en toe wel zonde. Ja. Ik ga even hier snel wat vragen nog langs. Er zijn veel mensen die vragen waar ik mijn shirt heb gehaald. Ik haal al mijn shit bij Gorilli in Rotterdam. My fam.
up there. En Twan Detti vraagt wanneer we COD gaan streamen, omdat hij hier zo min mogelijk van wil zien. Waarschijnlijk omdat hij het zelf allemaal wil ervaren. Ik denk dat wij rond een uur of vijf zo Call of Duty gaan streamen. Ja, met Shelly. Jij en Shelly die gaan los. Jullie gaan even laten zien dat jullie goed zijn. Denk je dat je beter bent dan Shelly, Skate? Nou, als dit Black Ops 2 was geweest, absoluut wel. Want daarmee stond ik echt gewoon heel hoog in de leaderboards. Ja. Maar niet meer. Is dat dan zo anders? Ja, ik heb Ghost eigenlijk een paar weken na de release gewoon niet meer aangeraakt. Omdat ik meerdere redenen had om er niet tevreden mee te zijn. Het is ook geen slechte game, maar hij doet niet voor mij wat een Black Ops en zeker een Call of Duty 4 heeft gedaan destijds. Hmm. Veel mensen zijn ook wel afgehaakt trouwens, hoor, moet ik zeggen. Ja, sowieso. Maar denk je niet dat mensen gewoon ook een beetje moe waren van ook. Van het maar hele daarom is Titanfall, ondanks het feit dat het echt niks nieuws doet, toch ergens een stuk verfrissender dan de gangbare shooters van de laatste paar jaar. Ja, ik zou je zeggen dat ik toch gewoon nog heel erg veel heb met Battlefield. Wat is dat geluid de hele tijd, jongen? Alarm? Fuck. Ja, is dat dit? En toen kan hij boksen. Ja. Robbie 1896, Skate, hoe vet wordt WrestleMania 30? Super vet! Mijn collega Sander van Eurosport die gaat er gewoon godverdorie naartoe. Ik wou dat ik er ook bij was. Ben ook niet, dit jaar weer een SummerSlam. Jaar, ja, SummerSlam ben ik nu al twee keer geweest en dat was echt heel erg vet. Ja. Ik hoop daar deze zomer weer naartoe te mogen gaan. Maar ja, ik kijk heel erg uit naar WrestleMania 30. Met name, ik ben heel erg benieuwd wat Daniel Bryan zal gaan doen. Als hij wint van Triple H, dan mag hij in een three-way met Batista en Randy Orton. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Als je moet kiezen tussen worstelen en UFC? Jezus. Vind ik moeilijk. Maar ja. WWE heb ik een hele lange geschiedenis mee, vanaf jongs af aan al. Ik denk dat ik dat toch. Ja en dan kun je niet met elkaar. Hè? Ja, vind je dat tof? Ja, ik vind het gewoon heerlijk, de combinatie van sports en entertainment. We weten allemaal wat het nep is, maar als je je daar gewoon nep, overheen maar zet. Maar ook weer niet zo nep. Nee, want die klappen komen aan, weet je wel. En gasten blesseren zich en gasten raken gewond en noem het allemaal maar op. Ze trainen dag in dag uit, zijn elke dag onderweg. En zijn 3, 4, soms 5 keer in de week zijn ze gewoon met wrestling bezig. Ja. In de ring. Ja, dat is waar. Het is een tough job, hoor, wat dat betreft. Nou, ja, ik vind het ook tof. Het is, maar ik vind UFC, ik bedoel, als ik gevraagd zou worden om UFC-matches hier bijvoorbeeld te becommentariëren, met alle liefde en plezier van de wereld. Ja, dat zou je wel doen. Ja, tuurlijk, man. Soms heb je weekenden, dan heb je zaterdagnacht heb je een UFC-event. Ja. Main event, Fight Night of UFC 171, zoals laatst. Check ik altijd 's nachts de livestream, maar soms heb je ook zondagnacht vervolgens een WrestleMania pay-per-view. Ja. Nou, dan zit ik daar dus gewoon mooi 2 nachten achter elkaar, gewoon met vierkante ogen achter mijn PC, van 2 tot 5 gewoon die streams te kijken. Dan ben ik wel helemaal kapot hoor, na zo'n weekend. Ja, maar ik moet je even zeggen dat ik vind het wel knap, want zo lang kan ik het namelijk niet aan. Ik vind het wel leuk om UFC te kijken, maar De main events beginnen pas vaak om 4 uur hè, bij UFC. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is erg laat. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk het zelden live. Alleen als ik in Amerika ben, kijk ik live. Want ik heb gewoon geen zin om 5 uur 's nachts een of andere saaie pot weg te werken. Dat lukt me niet. WWE live, 24 mei in Ahoy inderdaad, ja. Rotterdam. Go get them tickets! Ik zal niet al te veel van het verhaal doen, maar gewoon alleen even gewoon de wereld. Ik wil eigenlijk even de wereld laten zien. En misschien dat we zo ook even wat van het begin van de wereld kunnen laten zien, zodat we dat je ook bij het daglicht wat ziet. Ja. Hier hoor. Nou, Jeru die vraagt al een paar keer, je hebt ook kinderen, Skate? Nee, niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Boris wel? Ja, ik heb er 2. Ja. Voor zover ik weet. Hoor die muziek, wat een gevoeligheid, hè? Hoppa. Ja, dat doe je wel lekker. Nu word ik een beetje beter. Fresh coffee, Drain Neon.
Ik ben benieuwd wat mensen vinden van wat ik aan het spelen ben. Ja, wat vinden jullie van Infamous Second Son, afgaande op de beelden die Boris op jullie beeldscherm tovert? Laat het even weten in de comments ook, inderdaad. Ik zou je zeggen, deze game, ik heb altijd met dit soort games, het heeft iets therapeutisch. Ik ben heel erg ontspannen in die wereld. En, weet je, en nu vraag ik me af, waar ben ik eigenlijk? Wat ben ik aan het doen? Dan kijk ik naar die map. Ik heb geen zin om die houseboat missie te doen. Dus mm-hmm. Ik ben gewoon aan het rondkijken. Ik weet dat er heel weinig al locked en geleveld is in dit level. Dus ik kan nog van alle kanten, van alles kan ik doen. Dus ik heb besloten om dat een beetje te gaan doen. En ik vind dat juist heel erg tof van deze game. Dat zo van, ja, gewoon een beetje op zoek gaan naar ja, wat je allemaal kan doen. En een beetje door die wereld ziet er super tof uit, weet je. Het heeft echt... Maar denk je dat mensen die al niet zo'n heel grote fan waren van de vorige twee games deze wel tof zullen gaan vinden? Nee, natuurlijk niet. Dat begrijp ik begrijp ook jij, begrijp jij waarom er mensen zijn die niet zo wild zijn van deze game, terwijl mijn telefoon wijzelijk ja, daar ligt uit, en ja, die van jou aanstaat en hier ja. In je broekzak zit? Ja, het belachelijk, ja. Nou, nice, ziet er goed uit, zegt Huutje. King of the Life 777 ziet er mooi uit. Ja, fucking vet. Nou, dus mensen zijn er wel enthousiast over. Oh, nou, niet iedereen. Mashed potatoes. Nee, ziet er niet uit. Nou, oh, je kan niet zo onaardig... Ja, de meningen zijn verdeeld. Slaapverwekkend. Ja, slaapverwekkend. Boring. Wat is er dan... Ik vind het echt... Qua wereld vind ik het heel tof. Het is juist... Ja, het ziet er toch echt... Dit is nou juist wat je bij Next Level... Ja, maar dit is wat je ook veel ziet. Koektrommelaar. Ziet er vet uit, maar het lijkt me snel te vervelen. Hetzelfde had ik met Prototype. Ja, ook een soortgelijke game inderdaad. Ja, die vond ik echt heel tof, Prototype. Wat is er? Waarom staat hij zo kut hier? Wat ik af en toe een beetje frustrerend vind aan een game als deze, is dat je... op het oog een hoop vrijheid geboden wordt, ook met het toepassen van powers. Ja. Maar dat er gewoon op momenten ook toch stukken zijn in die game waarin je toch verplicht bent met een bepaalde power. Ja, ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen. Nee, ik weet niet precies wat je bedoelt. Nou, laat maar zitten. Je bedoelt dat de vrijheid lijkt, is een illusie. Dat de vrijheid een illusie lijkt. Nou, ik zou je vertellen, dat is altijd zo bij open wereld. Ja, dat is waar. Vrijheid is altijd een illusie. Zelfs in het echte leven, denk ik, Skate. Ja, dat is waar. En deze Infamous is vandaag uitgekomen, volgens mij, hè? Ja. Ja, vandaag uitgekomen. En Daydreamer 070, komt Shelly nog vandaag? Jazeker. Ja. Zometeen gaat ze ownen met Call of Duty. Ze heeft er een speciale Call of Duty outfit al aangetrokken. Kan ik dit ding niet eventjes lopen? Skate is vet. Hebben jullie ook een geschoren balzak? Jazeker. Heeft Dennis een balzak geschoren? Dat weet ik niet. Oh, het is erg donker dit spel, zegt Renita. Ja, dat is dus dat is inderdaad waar. Vooral in het begin van de game is dat niet zo. En nu zit ik gewoon even in een segment van die game dat wel zo stering. Wat was dat? Wat gebeurde daar? But, zag je dat? One shot, one kill. Dat doe je goed. Een aantal mensen die vragen van, ja, Skate, wanneer komt en of komt WWE Network naar Nederland? Ja, daar is nog helaas niks over bekend. Er schijnen manieren te zijn om in een omweggetje toch gewoon je te kunnen abonneren op WWE Network. Ja, maar ik denk vertellen dat hoe dat werkt. Gewoon een Amerikaanse DNS-server en ga met die banaan. Ja? Ja. Ja, er schijnen wat programma's ook te zijn waarin je inderdaad je DNS kan omzetten. En, ja, heb je geen Netflix? Nee. Netflix is overrated. Nee man, waar heb jij het nou weer over? Ja. Jezus, wat gebeurt hier? Ik word gewoon doodschot. Ja, daar ga ik. Dat is kut. Dat is kut, hè? Hoeveel terug... Oh, jezus. Nee, helemaal hier? Dat meen je niet. Hoe kan dat? Ja, daar heb ik echt even geen zin in. Daar heb ik echt even... Ik wil even wat van de game laten zien dat het niet helemaal in het donker is. Wat zeg je als sommige mensen zeggen, dit is een wannabe crackdown? Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik vond Crackdown... ik vond Crackdown echt een briljante game. Crackdown 1 was echt heel erg goed. En ik vind deze Infamous iets minder dan die Crackdown. Maar dit is wel next gen, dus het ziet er wel echt schitterend uit, weet je. Het is wel echt heel tof. Kut, hé. Dat zijn allebei dezelfde saves. Hmm.
Misschien kan ik gewoon een nieuw game doen. Fuck it. Hop. Een nieuwe game, ja? Ja. We gaan een nieuw game doen. Maar op een of andere manier kan ik... Nou, nieuwe game. We gaan een nieuwe game doen. Gewoon omdat ik wil even de stad laten zien terwijl het licht is. Omdat ik dat zo een sfeervolle aangelegenheid vind. Ja, goed idee. Heb je ook een kracht waarmee je iemand zijn balzak afscheurt? Ja, die heb ik. Hard, ja. Die zit niet helemaal in de game, maar die ga ik op First Look laten zien. Dat is de Bozak Ripper. Ja, een grote Rottweiler die hebben we daarvoor. Ja, oh jezus. Oh, ik ga helemaal beginnen vanaf het begin. Wel ja, joh. Nou ja, dan hebben de mensen thuis ook een beetje het idee wat er allemaal aan de hand is. Ja. The Department of Unified Protection was formed to hunt down and indefinitely detain all conduits reclassified as bioterrorists. Ja, dat zijn het nu, hè? In plaats van mutanten noemen ze het nu gewoon bioterrorists. Nou, dat is het hele ding. Er wordt natuurlijk een terroriststempel opgeplakt, wat niet terecht is. Want natuurlijk kom je er halverwege de game achter dat het juist de bioterrorists zijn die de good guys zijn. Met andere woorden, net als in Star Wars, waar de Resistance ook terroristen waren, toch? It will never arrive. Oh! No! God, no! Kijk, daar gaan we. Hoppa. Bam. Je vraagt je af wat hier gebeurt. Kijk, en dit vind ik zo tof. Dit is waarin het een echte Sony game is. Alleen, dit niveau, dit grafisch niveau, wordt niet gedurende de hele game vastgehouden. Maar kijk hoe mooi dit is. Ja, maar dit zijn filmpjes. Ja, maar het zijn hele mooie filmpjes. Ja, oké. En ik hou van mooi. En het is wel echt in-game, toch? Dit is geen niet een filmpje als een filmpje. Dit is gewoon in-game. Toch zie je in een game als deze ook wel waar de kracht ligt van een ontwikkelaar als Sucker Punch. Ik bedoel, we kennen ze onder meer ook natuurlijk van Sly Raccoon. Ja. De platformelementen beheersen ze als geen ander. En dat zie je ook wel weer hier terug, hoor, met al die sprongen en het klimmen en de snelheid waarmee het allemaal gepaard gaat. Nou, weet je wat ik wel een beetje had? En dat, je had altijd Prototype versus Infamous. En ik vond Prototype de meer donkere game. Ja, de wat harder ook. Ja. Iets bruter. En dit is allemaal wat liefelijk. Dus, nou goed, dit is een voorbeeld van hoe ze gebruik maken van de motion controls. Ik moet de spray can, met mijn ding moet ik het dan. Weet je, nou, leuk zit het geluid. Leuk, hè? Dat hoor je dan. Nou, en dan. Dat is overigens een foto van zijn broer, waar ik nu dus overheen ga spuiten. En omdat het. Daar ook nog. Omdat het natuurlijk helemaal. Hip is. Oh, wacht, hier moet ik ook. Ja, schablonen nu aan het invullen. Ja. Okay. Het is een beetje Banksy, weet je. Stencil ja, art. Ja, ja, ja. Zo. Okay. Next. Oh, ik moet meer sprayen blijkbaar. In het begin is die daar. Luistert het blijkbaar nog wel nauw. Ja, kom maar op met die shit. Skaters van PES, nee, dat is niet waar, daar ben ik al lang van afgestapt. En de PlayStation 4 haal ik ook over een tijdje pas in huis, wanneer er genoeg goede titels voor zijn. En dan wil ik het er verder niet meer over hebben. Wat, over PES? Nee, over gewoon die PlayStation 4 en Xbox One. Ik vind dat je het moet halen. Joh. Ik moet helemaal niks. Ik speel hier gewoon die 1-2 games die in de maand uitkomen die ik moet reviewen. Speel ik hier gewoon lekker in alle rust. Ja, maar de hele nacht door Battlefield spelen. Wij waren al lang Battlefield aan het spelen als je gewoon een PlayStation 4 had. Nee, want ik vind Battlefield niet zo heel erg goed. Jawel, dat vind je wel. Maar je weet het gewoon niet. Je bent nog onwetend. Die shit draait gewoon bij heel veel mensen voor geen meter. Ja, maar dat bedoel ik. Op de PlayStation 4 wel. Het zijn allemaal aannames die gebaseerd zijn op die shit is allemaal lang verholpen. Wat, shit is nu wat zei ik nou? Sly Raccoon, het is Sly Cooper. Ja, ja dat is een Sly Raccoon. Ja. Ja. En mensen, je kan ook overdrijven hè, met je spoiler alert. Ja. Dit is gewoon fucking de intro van de game. Weet daarom, je? Dit is de intro van de game. Terwijl dit loopt, maken we heel even een foto, Skate. Kijk. Even livestream foto hoor. Ik dat leuk is, ja.
En daarbij mensen die al bang zijn voor spoilers, moeten gewoon niet naar streams kijken en zo. Er schijnen al echt gewoon op YouTube en Twitch en weet ik wat, games van het begin tot het einde uitgespeeld te worden. What the fuck is daar tof aan om daarna te kijken, vraag ik me dan af. Nou, dan kun je gewoon de game kijken. Wat is het voor onzin? Ja, ik heb wel eens als ik vastzit ergens, dan kijk ik. Ja, nee, maar dan kijk ik gewoon even, dan lees ik een walkthrough. Maar dan hoef ik toch niet zo naar de beelden te kijken. Je moet er gewoon wel zelf gewoon iets kunnen uitvogelen. Ja. Nou, dit is de opening. Het gaat eigenlijk een beetje tussen die kop, dat is zijn broer. En ze zijn een soort van indianendorpje. Native Americans, hè? Yeah. Maar dus dit is eigenlijk om je een beetje met Betty te laten kennismaken, die verder eigenlijk niet een hele grote rol speelt. Oh ja, ik moet nu de achteruitgang van de fish cannery. Waar is die shit daarachter? Oh, crap, Jesus. Ik zit er gelijk weer vast. En dan gelijk gewend dat ik mijn superpowers heb, die ik helemaal niet heb hier. Hello, freedom. En nee, ik ga voorlopig mijn baard nog niet scheren. Waarom niet? And now the easy part. Get to the longhouse. Lekker. Ah, lekker. Pas als het weer warm wordt. Echt. Hey, daar is Dennis. Breken, jongens. Wat is er aan de hand? Er is zojuist de nieuwe Assassin's Creed aangekondigd. Ja, er is een Unity teaser gereleased. Unity heet die. Het mag wel duidelijk zijn, het gaat zich inderdaad afspelen in Frankrijk. Dat was al in heel Parijs. Ja, ja. En dat een ander beeld te zien gaat het de Franse Revolutie worden. Ja. Oh ja? Ja. Vind ik een fucking vrede setting. Ja, maar dat moest er wel van komen. Ja. Moest wel. Mogen we even de trailer kijken? Ja, die kun je even aanzetten. Het is een teaser trailer. Ik denk dat het CGI is hoor. Ik geloof haast niet dat het in-game is. Kan ik dat hier aanklikken? Ik zit bijna te denken, is die niet al op een PlayStation Network geplooid, die trailer? No way. Kan ik dat hier aanklikken? Druk eens op... Nou, als je het hier kijkt... Kijk eens of die niet op Boris Trent. Druk eens op Peetje. Nee, je kan hem gewoon daar kijken. Ik heb hem hier. Ja, dus hier kijken? Oké. Okay. Nou, we gaan even de nieuwe trailer van Assassin's Creed... Kijk je mee, Boris? Ja, laten we hem even kijken. Kijk. Ja. Want het ziet er wel echt heel goed uit namelijk. Next gen starts here. Ja. Met wat vertraging zo nu en dan, hè? Maar nou, toch. Dat ziet er wel mooi uit. Wauw. Waarom hoor dit ik niks? Dit is geen CGI, zie ik. Nee? Nee, anders heb je die kartel allemaal niet. Waarom horen we niks? Kunnen we het geluid horen? Ah, oké. Okay, nou goed. Dus, het geluid kunnen we alleen niet horen. Oh. Dat is jammer. Maar hoe is thuis al? Ja, dit is wel echt fucking schitterend, hoor. Dit is vreed, hè? Ik heb nu gewoon de Marseillaise in mijn achterhoofd. Ja? Zo even in mijn hoofd, ja. Kijk, staat hij. En wie is dat? Ja, dat is François. Nee, dat is Antoine. Arnaud heet hij. Wat? Arnaud? Ja, volgens mij. Wow! Jezus. Kijk, Herzog Rowling. De guillotine, jawel. Dat is wel tof. Weet je wanneer de guillotine voor het laatst gebruikt is? In de jaren 60 nog. Ja, zeker, ja. Kijk, dat is het. Dat was het. Maar dit mag duidelijk zijn dat dit de zonnekoning was die... Nou, dat niet. Maar... Nee, weet je wat ik zo goed vind? Ik vind dit een hele goede trailer. Want? Omdat ze laten geen gameplaybeelden zien. Gameplaybeelden zijn banaal in trailers. Ze laten de wereld zien in al zijn glorie. Ik ben nu op dit ogenblik aan het fantaseren over wat ik kan doen in het Parijs van... Nou, wanneer speelt die game zich af? Dat weten we niet eens. De Franse Revolutie 1812. 12? Nee, weet ik niet. Maar in ieder geval... Het is begin 1800. Ja, dan speelt het. Dan ga eens even naar de Wikipedia. Daar wil ik er alles van weten ook. Franse Revolutie. Wanneer denk jij dat was? Volgens mij was dat ergens in de 17e, ik denk 1804. Jij zegt? Ik heb geen fucking idee. Maar ik ga even door met dit spelen. Geen fucking idee. Franse Revolutie. Ah, gold crap. En het was... Einde 18e eeuw. Einde 18e eeuw, dus 17 zoveel. Maar hebben ze geen vaste datum daarbij? Ja, dit heeft toch al even geduurd? Wanneer ging Marie Antoinette met de kop onder? Ja, wanneer ging Marie Antoinette met de kop onder 1791? Nou, daar ga je al. Okay, de grondweg was 1791, ja. Nou. Goed, maar goed. Ja, hey, en er zouden geruchten zijn dat er een tweede Assassin's Creed in de maak was. Ja, current gen. Oh, dat wordt een current gen andere? No way! Ja. En die speelt zich in Moskou dan? Dat weten we nog niet. Dus, maar ik denk dat... Waarom zou Ubisoft dat doen? Waarom zouden ze nog met een... Omdat die shit allemaal gelekt is van de week. Hoe bedoel je? Nou, er zijn van de week natuurlijk screenshots gelekt van de nieuwe Assassin's Creed in Frankrijk. Dus iedereen begon al van, ja, bla bla bla.
En er was ook wat informatie gelekt, waaronder dus de naam van de hoofdrolspeler, ja. Arno. Arno, ja. Dus ik verwacht dat die current gen, dat die geruchten gewoon waar zijn. Hey, maar waarom zouden ze een current gen versie nog maken van zo'n game? Omdat daar een hele dikke install base is. Ja, maar dat verkoopt allemaal niet zo heel fantastisch meer, hoor. Nou, dat weten we niet. En Ubisoft is best wel vooruitstrevend met als eerste next gen dingen doen. Maar ze willen niet de current gen één keer opgeven? Ja. Ja. Wat zou jij nog een current gen game spelen? Nee. Skate wel, want die heb alleen maar die oude voice staan. Skate is zelf een beetje current gen. I don't care. Ik vermaak me nog steeds prima met die shit. Het enige wat ik nog speel current gen op dit moment is South Park. Ja, maar weet je, ik heb precies hetzelfde. Ik zou geen current gen game spelen, tenzij die niet uitkomt op next gen. Juist. En dat heb ik ook, weet je. Ik ga niet Battlefield spelen op... Maar ik heb echt expres heb ik al mijn games uitgespeeld voordat next gen uitkwam. Ja. En ik moet zeggen, ik heb wel Battlefield en Call of Duty current gen gespeeld. Maar gewoon omdat ik wilde weten wat het was. Maar ik zou niet meer terug willen stappen. Je hebt ook heel veel lui die zeggen nog steeds van, ja, maar dat verschil is niet zo groot. Dan stap maar eens eventjes terug met Call of Duty en Battlefield naar current gen. Dat is de wereld van de verschillen, inderdaad, ja. Dus. Het is een hand boos. Ja, dit zijn twee broers. De ene is bij de politie en de andere is dus... Emo. Ja, die is Emo. Die doet aan stencil art. Nu komt er een auto-ongeluk. Een truck. Slechterikken. Ja, dat denk je. Er zit een zombie in. Nou, er zitten drie conduits in. Oh. En die ontsnappen nu. Maar let op, dat meisje met het rode haar wordt later nog heel belangrijk. Ja, die komt nog terug. Ja. Oh, je hebt iets halverwege in de game over bioterroristen zit spoilen, Boris, blijkbaar. Ah, maar gaat toch. Over bioterroristen gesproken. Ja. Het vliegtuigverhaal, Boris. Ja, is waar, hè? Durf jij het te zeggen hier op camera? Dat kan je leven zomaar kosten. Het kan zomaar zijn dat je verdwijnt dan, hè, vannacht. Wat? Als jouw conspiratie gewoon... Je hebt al de wereld Ik heb gegooid. GameKings Extra opgenomen. Ben je niet bang dat zie jij erachter komt en jij het weet en zegt van... Nee, want ik heb het gewoon van YouTube. Oh, je hebt gewoon van YouTube. Ja. Hey, mensen, het is niet Arno. Het is niet Arno. Ja. Fransman, die Arno. Het is Arno. Arno. Met A-U-L-D, zoiets. Arno. Op z'n Frans. Niet Arno. Arno. Arno! Hey, Arno! Arno, spring eens even van het dak, jongen! Oh. Zag je, hij heeft dus smoke power, dus aan de rook was hij zichzelf aan het rechargen. En het grappige is dit, hè? Dit vind ik zo'n toffe stijl van die game. Die tussenstukjes. Het is echt heel tof gedaan. Ik zie even Arno. Arno? Vind je dat een goede naam? Arno. Nee. Arno. Nee? Nee, nee, nee. Arno wel. Voor in de Franse revolutie. Ja, ja. Ik weet dat jullie moeten streamen, Dark Souls 2. Ja, dat zeg ik toch al. Ga ik gewoon volgende week of over twee weken doen. Komt goed. Of niet? Ik ben nu met een beeld bezig, jongen. Oh man, met een Crescent X. Die ik helemaal plus 9 heb. En Vitality, Endurance. Dus ik kan lekker door blijven hakken. Ik zit nu op Soul level 140 of zo. Ik ben weer een keer opnieuw begonnen. Ik vind begonnen. Dit wel echt heel goed uitzien, hoor. Ja, het ziet er echt gewoon heel tof uit. Ja, die game is zo mooi, vooral dat overdag. Wat ik zei, de andere helft van de game, of tenminste dat stuk waar je me net zaten, dat speelt zich helemaal in het donker af. Bijna zonde. Ja, en nu is het dus allemaal dag en is het heel mooi. En het tof is, het is ook herfst, weet je. Het is altijd of zomer in de game of winter, maar nu is het herfst. Je ziet ook een beetje... Ja, hoppa. Oh, erop, boom. Reggie! Hij praat met zijn broer. Oh. De broer die straks... Ja, nee, dat is een spoiler. Ja. Dat tiran zeker? Nee, maar dat hij wat doet en dan gaan ze verder discussiëren als een stel tieners. Ik kan hier echt niet tegen, zegt Fari Entertainment. Oh. Wat zegt hij? Ja, never mind. Hoppa. Hoppa. Hoe is het met je Call of Duty skills? Geen idee, die zijn behoorlijk verroest. Want ik heb het echt wel een hele tijd niet meer gespeeld.
Maar gooi Black Ops 2 erin en ik ga weer gewoon keihard keren, weet je wel. We gaan niet current jammen. Nee. We gaan gewoon, ik ga het gewoon proberen. En ik heb laatst natuurlijk op die Europese kampioenschappen gezien waar die echte goede guys mee spelen. Vooral met de M-tar. Ja, die heb ik al een lot. Oh, dat is mooi. Ja. Hey, we hebben wel een kijkcijferrecord, zijn we aan het 3-3, nee, we hebben wel eens 3-4 zoveel gehad. Nee, 4-0-4 hebben we wel eens gehad zelfs. Ah, ja. Ja. En toen we dat saaie pleurde in één keer weer terug. Dus het zal waarschijnlijk nu weer gebeuren. Nu pleurt en nu gaat hij er even om 28. Ja. Oh man, Uniek 1992. Skate, hoezo heb je een grijze baard? Nou, Uniek 1992. Misschien omdat ik... Dat heb je wel mooi geverfd. Omdat ik Skate 1972 ben. Zo. Maar waarom heb je een grijze baard? Heb je stress, dat je skate? Stress, jongen. Stress, ja? En ouderdom. Maar je kunt hem toch zwart verven? Ja, maar als ik dat nu doe, dan ben ik wel heel erg nep, hè? Nee, en daarbij, ik neem me gewoon hoe ik ben. Loop niet zo te zeiken over mijn uiterlijk. Weet je? I'm a pretty good-looking guy. It's okay. Ja? Deal with it. Oké, sorry hoor, zegt hij. Ja. Ik zal niet meer over beginnen. Ja, Kralingen Noord, ik zei F-Skate, welk level ben je in Dark Souls 2? Ja, ik zit nu ergens rond de 140. En ik weet niet of ik nog verder moet uplevelen. Weet jij het? Ja, ik weet het wel. Want ik weet, bij Demon's Souls kon je beter gewoon tot 124 gaan. Want daarna werd het allemaal, gingen je stats er echt niet beter van worden. Maar waarom niet? Ja, dan heb je gewoon al... Kijk, ik heb een wapen, two-handed weapon. Ja. En dan heb je... kracht, strength is, moet 50 zijn, maar omdat ik met twee handen doe, hoef ik de stats maar op iets van 35 te zetten, want hij pakt 50% van die 35, omdat je met twee handen gebruikt, dus 35 gedeeld door 2, 17, kom je op 52 uit, snap je? Allemaal van die dingen, als je die wist, dan weet je het nu. Ja, nou weten ze het wel. Ja. Daar zijn ze wel blij mee, denk ik. Waarschijnlijk, ja. Dus als je een wapen hebt dat strength 50 nodig heeft, ga niet je strength tot 50 uplevelen. Want je gaat hem toch met twee handen vastpakken. En het feit dat je met twee handen vastpakt, betekent dat je 50% van je strength stats erbij kunt optellen, zeg maar. Snap je? Ja, dat is belangrijk. Nee, ik snap het. Boos, snap het, zie ik. Ik vind het heel interessant. Hey, gaan we Call of Duty spelen? Ja, ik zit een beetje vast in een hele lange intro van deze game. En ik wil eigenlijk de stad laten zien bij daglicht, maar we hadden geen save game. Dus ja, voordat ik daar ben, is het alweer lang tijd om Call of Duty te spelen. Ja. Je kunt toch een keer maar doorgaan tot 9 uur 's avonds? Ja, dat kan. Dat kan. Thanks Daddy Darkseid, 150 is de PvP level. Dat wist ik dus nog niet. Dat weet ik nu wel. Dankjewel. En voor welk spel dat nu aangekondigd is, zou ik een next-gen console kopen? The Witcher, The Division... Ja, The Witcher komt pas volgend jaar. Ja. The Division F. Ja, ook. Komt allemaal volgend jaar pas uit. GTA 5, next-gen? Nee. Jawel. Die hoef ik niet meer te spelen. Jawel, ik wel. Nee, die is niet. Assassin's Creed. Nice. Watch Dogs, jongens? Kom op. Ja, Watch Dogs. Pleur is vet. Destiny. Zo. Destiny, ja. Ja. Maar dat is allemaal nog zo ver weg. Watch Dogs is er volgende maand. Zegt die games die uit te komen. Twee maanden. Titanfall, die wil je ook gaan spelen, hoor. Ja, die speel ik hier met veel plezier op kantoor een paar uurtjes zo in de week. Ja, leuk, man. Dat is niet hetzelfde, man. Nee, maar je wil het thuis spelen, lekker zo, lekker. Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik wil je zijn klein spelen. Ik vind het leuker als ik bij mijn vrienden ben hier op kantoor. Ja. Ik vind het gewoon leuk om tijd met jullie door te brengen. Ja, ja. Maar dan komen we skate maandag en zaterdag, zondag. Wat is die vraag met kinderen en zo allemaal? Wat is dan? Ja, skate, wanneer wil je kinderen? Ja, wanneer wil je kinderen skaten? Weet ik veel. Weet ik niet. Zou je er niets aan beginnen? Ja, want hoe ouder je wordt, hoe trager je zaad en hoe groter de kans op een beetje slomere kids en zo. Ja, inderdaad. Nou, dat die mogoltjes wil ik niet zeggen. De twee kanten op kijken. Verstandelijk gehandicapt, inderdaad. Zonder schild kan ook... Ja, nee, ik ga niet meer op Dark Souls 2 verder in. Dat doe ik wel wanneer ik hem hier live ga spelen. Ik ben vorige week gewoon bijna in slaap gevallen omdat we einde van de RPG aan het spelen waren. Welke? Elder Scrolls Online? Ja, Elder Scrolls Online. Echt waar? Dat was fantastisch hoor. Dat is het beste ooit. Ja, ik zat dat is het probleem met beta's. Ja. Dat je nooit 100% zeker weet of het allemaal werkt, ja of nee. Ja. Vond je het niet leuk dan, Elder Scrolls Online? Ja, het is... Oh, ook die ga ik spelen natuurlijk. Die is ook next-gen. Ja, die is zeker next-gen. Ik ben er nog niet helemaal uit. Ja, ik wel hoor. Ik vind hem toch wel heel tof. Wolfenstein. Dat is niet mijn game. Jawel, New Order. Nee. Oh, dat wordt zo... Nee. Die heb ik toen op de Gamescom zitten spelen. Dat is niet voor mij. Ik heb hem al echt dik 3 uur mogen spelen, die game. Die game ga ik gewoon integraal helemaal uitspelen hier live. Ja. Of niet.
Eén van de twee. Zijn jullie niet Call of Duty moe? Nee. Ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. Ik speel al maanden geen Call of Duty meer. En gewoon shooters in het algemeen. Want ik ben een beetje klaar met dat principe van dat soort shooters. Daarom vond Titanfall wel heel erg verfrissend. Ja, fris. Vind je ook dat Bray Wyatt moet winnen van John Cena tijdens WrestleMania 30? Het liefst wel. Cena verliest het afgelopen jaar aardig wat matches, dus ik zie hem ook dit wel verliezen hoor. Tuurlijk, why not? Maar hij gaat wel weer een major push krijgen het komend jaar, dus het zou zomaar kunnen zijn dat WrestleMania 30 voor John Cena weer de opmaat naar mooiere tijden gaat worden. Hij gaat weg, zegt hij. Dus Chris, het is niet waar dat John Cena altijd wint. Het afgelopen jaar heeft hij bijna alles verloren. Ik moet zeggen, ze aardig als lullen zijn onder het vechten. Ja, maar stiekem. Dat is mij niet lukken, denk ik. Ja, dat is eigenlijk best wel storend, hè? En soms gewoon hectische gevechten. Ik zei al tegen Boris, en dan blijft hij gewoon rustig lullen. Zo raar is dat. Ja, maar het is toch Superman? Superman. Ik heb daar echt geen last van gehad, hoor. Oh, ja. Woodley zegt, hoe ouder je vader, hoe lelijker je kinderen. Officieel vastgesteld. Hoe oud was je vaders kijkt? Mijn vader was 20 volgens mij. Wow, toen wat jong, kreeg. Man. Ja, Jezus. Mijn moeder was 19. Jezus, wat jong. Ja. Kijk, je moeder op Facebook. Ik was een ongelukje. Wat? Was je ongelukje? Ja. Was je trouwens bij? Nee. Wat? Oeh. Nou, niet bij het ongeluk. Ja, daar was je ook bij. Was hoe je dan? Heel klein bij. Ja, heel klein, op Facebook. Waar is Henk? Henk. Wat is er nog meer? Je wil niet meer Wolfenstein. Je weet niet meer Wolfenstein. Echt, geloof me jongens, jullie zijn zo vreek. Moet Dennis niet werken? Ja, je hebt gelijk. Was jij niet bezig met je script, man. Inderdaad? Ik ben met 100 dingen tegelijk bezig. Alles wat wij op televisie zeggen wordt woord voor woord gewoon uitgeschreven, hè? Nee, dat niks wat wij zeggen komt uit ons eigen brein. Het komt allemaal uit het brein van Dennis. Welkom bij een nieuwe aflevering van GameKings. Ja, dat doen we dus al niet meer. Dat hebben we al zo lang niet meer gedaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van GameKings. Nee. Laten we weer een nieuwe aflevering van GameKings maken. Zullen we die doen? Hebben we ook een regisseur op trip en zo? Natuurlijk. We hebben twee regisseurs. Ja. Oh ja. Ik en Jelle zijn fucking perfecte team. Wij ownen die shit. Skate, The Great. Dat weet ik. Ja. Hey, seizoen 15 van GameKings gaat zo godsgruwelijk worden. Heb jij er zin in, Boris? Ja, zeker. Seizoen 15 van GameKings. Ik heb voornamelijk heel veel zin in de E3. Dat schijnt wel aardig te worden dit jaar. Ja, fuck man. Goed, het liefst wil ik gewoon weer hier LA Today doen, man. Today in LA doen. Nou, ja. Goed, dan mag je hier blijven. Dan mag jij lekker LA Today. Ja. We moeten wel met het ene ticket. Ja, daar kunnen we wel iemand anders voor vinden. Ja, neem eens Zoef mee. Ja, ja, dat is ook leuk. Net zo grijs als Kate. Inderdaad. Mijn homie. Hey, ik ga naar Jelle toe. Stuur Shelly even door, dan gaan we Call of Duty spelen. Shelly moet meteen hierin komen. Ja, we gaan Call of Duty spelen. Ik ben niet zat. Kom je een potje Call of Duty? Nee, ze wil niet, jongen. Firegamer BB, als ik op sterven lag en nog één game mocht kiezen, wat zou ik dan moeten spelen volgens jullie? Ik veel, man. Dark Souls. Oh, jullie moeten weer oldschool met z'n zessen op de bank gaan reviewen. Totale chaos, werkt niet. Televisie, format, 20, 25 minuten. Kort, snappy. Kort en heeft snappy. Heeft geen enkele zin als zes mensen dan gewoon gaan lopen lullen door elkaar. Werkt waarom? Niet. Ik, is niet interessant. Ik start even een nieuwe game. Ja. Shelly zit er klaar voor. Zo, ze heeft een jasje aangetrokken. Shelly heeft een jasje aangetrokken. Ze is gewoon helemaal in dat soort van anchor-ding gestapt. Ja? Ja, ik denk dat ze hier naar het Auto 5 misschien moet gaat ik dan ook maar even een jasje aantrekken. Ja, trek jij ook eens een jasje aan. Dames en heren, hooggeëerd publiek, mag ik een luid applaus voor onze nummer 1 Call of Duty speelster, Shelly. Yay, Shelly. Yay. Ga maar in het midden zitten. In het midden. Ja, ik ga even een glaasje water halen. Ja, zo doen we gewoon. Start jullie Call of Duty, ja. Zit erin. Ja, Main Event zegt, Skeetje verzocht het commentaar op Eurosport. Oh. Ben je dat Nederlands commentaar en worstelen niet samen gaan? Nee, daar ben ik niet met je eens. Dus. Mijn microfoon viel eventjes van mijn jasje. Oh jee. Hey, luister, ik luister ook liever naar JBL en Cole en zo, weet je. Maar nee. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die het leuk vinden om naar te luisteren.
Dus en we doen het wel een beetje ook echt in de geest van de WWE. Dus met een hoop spektakel. Ja, deal with it. Ook dat zeg ik dan maar weer, hè. A la Batista. Deal with it. Nou, daar gaan we hoor. Ik heb al een tijdje niet gespeeld. Jij ook al niet. Ik ook niet. Ja, oh. Dus het... Oh. Oh, we zijn hier ingesigned op PSN. Sign in. Ja. Daar ben ik weer. We zijn niet ingesigned. Waarom zijn we niet ingesigned? Oh. Oh. Hoe kan dat dan? Dennis! Maar ik denk niet dat je met Dennis moet insignen. Ik denk dat je met de Game Kings... Dennis! Dennis! Kralingen Noord, Joost Skate komt er ooit nog een vervolg op Zombie Kings. Die was er een paar maanden geleden al. Ja. En er zal ongetwijfeld nog aan een derde deel komen. Ik neem nog een foto hoor. Als ik toch bezig ben. Oh. Ja, dit is een beetje een probleem, hè? Want, Ja, we kunnen niet zo. Skate? Ja. Zie je de live setup achter ons, denk je wel? Ongetwijfeld. Zo. Zo. Geweldig. Wie is Shelly? Vraagt Ruud F89. Dit is Shelly. Dit is Shelly op stage hier. Ja. En onze stagiair Shelly bleek ontzettend goed te kunnen Call of Duty. Ja, ja ik kan dus, het alleen nu niet showen. Is het geef mij maar even dit. Dan nee, ik vind het leuk. Ja, maar nu kunnen jullie samen over Call of Duty praten namelijk. Oké. Okay. Okay. We moeten insignen. Wie gaat even helpen met insignen? Anders kan ik al mijn account insignen, maar dat is een beetje kut misschien. Maar dan begin je natuurlijk op level 1. Ja, want ik heb dit nooit gespeeld. Maar ik denk dat Dennis dit ook nooit gespeeld heeft op de GameKicks account. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, er is over nagedacht. Echt. Nou, DJ Catscan zegt jasje mag uit. Spacecraft 44. Wat vind je daar nou van, Shelly? Ja, al die platte opmerkingen. Dat heb je natuurlijk wel vaker. Dat heb je natuurlijk helemaal niet. Objectify je altijd maar weer. Ja, vreselijk is dat, hè? Alsof vrouwen alleen maar een soort van sekssymbool moeten zijn. Ik ben blij dat ik geen chick ben. Shelly is gang, zegt de gekke. Wat is gang? Ja, is dat weer iets gang? Nieuws? Ik denk het, ja. Reality bang. NL zegt, zo. Boris, wat is dat voor camera? Het is een fototoestel. Ja, kun je digitale foto's maar naar. Ja, welk merk? Het is een Nikon D700. Kijk, Tieten, heel groot. Oh, ja, tuurlijk. Oh. Ja. Ik weet het wachtwoord opeens. Ja, je weet het wachtwoord opeens. Dit jasje. Oh ja, maar hij heeft de M-tar heeft hij unlocked. Dus daar wil ik ook al even mee proberen te schieten. Dus hij heeft wel iets gedaan al. Het is het niet, hè? Godsamme. Waar ligt het ook alweer? Inklikken. Oh, hier. Met welke wapen speel je altijd, Shelly? Remington. De Remington, ja, daar heb ik ook een tijd mee gespeeld. Met of zonder silencer erop? Zonder silencer. Wel een grip en god, hoe heet dat ding nou? Niet zo'n normale red dot. Maar die hele fancy. ACOG? Nee. Laat hem even lekker nieuw. Oh, oké. Okay. Nou, sorry. Nou, heb jij niet, maar ik zie al die pro-spelers zie ik met een M-tag spelen. Ja, maar dat is, daar ben ik niet zo goed mee. Nee? Nee. Werk 74 zegt, ik gebruik mijn FAP 69 dadelijk. FAP 69? Beetje met losse vlollen schieten. Brendita 29NL zegt, oh my god, waarom zijn mannen altijd zo triest als een vrouw in beeld is? Ja, waarom is dat? Nou, dat vraag me ook af, jongens. Ja, waarom zijn mannen zo? Mannen zijn gewoon simpel, jongens. Nerds, jongen. Fucking nerds. Kom maar op, Skate, je bent ook een nerd. Echt? Ja. Ja, ik ben ook een nerd, tuurlijk. Skate, je bent een milf. Ik ben een een dilf. Een dilf ben. Nee, ik ben niet eens een dad. Ik ben gewoon een... Ik ben een dilf. Jij bent een dilf, ja. You wish Boris, you were. Jij wordt door feeders ook gezien als sekssymbool. Ja, feeders wel. Kijk, daar is Dennis. Die kan even je wachtwoord invoeren hier, Dennis. Ik ga het wel even regelen, zodat wij kunnen beginnen met schieten in plaats van slappe ouwe hoeren. Dit is echt de slechtst geproduceerde livestream van het hele interwebs. Ongelooflijk. Ik wil de meeste kijkers. Is ja, dat zo? Wel. Ja, met by far. Wij hebben de meeste kijkers, yeah.
Er zijn blijkbaar in onze chat kinderen die voor het eerst in hun leven een vrouw zien. Als je er 400 hebt, heb je er dan veel? Dat is best wel knap. Dat is knap, hè? Ja. Ze hebben hun moeder toch ooit een keer gezien? Dat lijkt me wel. En al Mokker zegt, Shelly, weet je dat Boris vorige week je chips heeft gejat? Waarschijnlijk nu wel, want ze waren weg op maandag. Maar waarom vraagt u opeens een wachtwoord? Oh ja! Die heb ik helemaal nooit meer gezien. Je moet erin zijn dat ze net niet online waren. Jullie waren net aan het spelen. Ja, maar niet online. Skate, Joyride, zegt de gekke. Ja. Nou weet het wel, hoor. Shelly, wat vind je van Cod Coast? Zegt King of Life 77. Ja, ik vind hem geweldig. Geweldig, ja? Ja, geweldig is misschien een beetje overdreven, maar... Vind je hem beter dan Black Ops 2? Yep. Black Waarom? Ops 2 en Modern Warfare 3, die vielen me een beetje tegen. Modern Warfare 3 vond kut. Ja, ik weet niet. Ik heb die gewoon niet zoveel gespeeld. En Coast was eigenlijk de eerste dat ik echt weer gewoon heel veel uur erin heb gestopt. Hmm. Iemand zegt, ik trek me af op die kaalkop aan de achterkant. Wie is dat? Dat ben jij. Ben was jij het? Toen jij net voor het beeldscherm bezig was, volgens mij. En daarop zegt Brendita, please ga weg man, je hebt niet eens schaamhaar, klein kutkind. Ik ook niet, scher het weg. Misschien is hun reet haar eraf geschroeid in Battlefield. Dennis, please log in met die pleuris PlayStation. Ik word echt helemaal gek. Waarom zijn je op een andere account? Weet ik veel, het werkt gewoon niet. Omdat dit de slechts geproduceerde livestream van het hele interwebs is. Ja, waarbij nooit iets werkt. Waarbij we serieus meer tijd bezig zijn om in te loggen in de game. Hoe kan ik deze shit snappen? Je hoeft gewoon in te signen, man. Je kan toch iets signen? Ander e-mailadres typen. Ik snap niet waarom mijn e-mail erboven staat. Weet je wat ik ga doen? Ik ga zeggen dat ik mijn paspoort forgotten ben. Ja, oh my god, dan moet je naar je internet en dan moet je je mail checken en maar welke account hebben jullie ingelogd? Zeg geen idee. Er is niet ingelogd, want het lukt dus niet. Maar waarom wou je dit aan het spelen dan? Waarom we wilden graag spelen, we willen spelen. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon op mijn account inloggen. Die scheidcontrole die zal het toch ook wel doen zonder het huidje. Sign. Wie heeft er uitgelogd? Niemand heeft uitgelogd. Ofwel, heb je uitgelogd? Niemand heeft uitgelogd. Shelly heeft uitgelogd. Misschien was ik het wel gewoon. Heb je uitgelogd? Shelly, godverdomme. Ja, godverdomme. Het helemaal de mist in. Dit is dus je... Ja, nou ja. Precies een goede instelling geweest voor je. Het is niet anders. Nou, allemaal opzaten, want ik ga je typische vrijdagmiddag geklooi hier bij Blammo Game Kings, de Twitch stream. Altijd gezellig, hoor. Jezus Christus, dat duurt het lang. Kanon, zitten we live, zitten we gewoon deze scheid zo in te vullen. Doet het internet het weer niet natuurlijk. Welke mode speel je bij Ghost? Heel veel search and rescue. Meestal met mijn clan. En even denken, ja, domination en team deathmatch, want dat vind ik gewoon voor de domination. Afwisseling. Oké, okay, sign in. Nu ga je mijn stats dus echt... Ik heb nog nooit serieus dit online gespeeld, dus nu... Dan ga je meteen brute stats krijgen, jongen. Kill death ratio van 2. Hè? Can someone use another player's sign-in ID? What the fuck, man? Sign in. Oh, wacht. Hè, maar er mist hier een heel ding of zo. Je moet toch naar accounts kunnen? Wacht. Nee, nu heb je echt uitgelogd. Nee, ik heb niet uitgelogd, maar je moet ergens uitloggen. Sign in to PSN, dat hebben we toch. Log out, hier. La 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 la. GameKings Unsport. Ja. Maar dan is. Weet je wat ik denk? Dat die PlayStation account verlopen is. Dat, ja, we hebben het een jaar op zitten. Maar hij doet het, nee. Ja, oké. Okay. Wat doe je? Mijn god, zout op. Switch to main menu. Fuck off. Ga naar PSN. Hier, log out. Dan moet je even een nieuw account maken, denk ik. Nee, toch? Nee, ik ben bang van wel. Kunnen we niet gewoon op dat GameKing account? Play as a guest, hier gaan we. Nog een keertje. Mijn god, hè. Dit is echt de allerslechtst geproduceerde livestream van het hele internet. Als dit niet de slechtst geproduceerde livestream van het hele internet is... Ik had gewoon op het terrasje kunnen zitten. Nee, precies. Niet echt. Ik had gewoon...
thuis gewoon lekker Dark Souls 2 kunnen spelen. Of lekker een fijn techno setje in elkaar kunnen flansen. En online kunnen gooien voor your listening pleasure. Nu word ik een beetje misselijk gewoon. Hè? Doe even shameless self-promotion hier. DJ Richard fucking Simon. Ja, voor al uw feesten, partijen en bar mitzvahs. Te boeken. Hoe gaat het met je, hoe heet het, met je... Nou, ik ben wat contactjes aan het leggen en zo. Met wat kleine underground organisaties. En ja, maar zo wilde ik ook beginnen. Ik wil gewoon in donkere, vieze, ranzige... Vieze hollen wil ik gewoon spelen. Ik hoef niet in... ik hoef niet voor 5000 man te staan. Gewoon doe maar lekker voor 200 man. Gewoon in de donkere ruimte. En lekker die deep shit. Gewoon heerlijk. Ranzige shit van je. Ja, ja. Ranzige shit inderdaad. Daar hou ik van. Gaan we naar godsnaam Berlijn, Detroit, Birmingham. Ja, okay. We kunnen gewoon. Oké, nou level me helemaal de pleuris. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Zo, de berichtjes komen binnen. Gelijk mijn friends requests. Ja, dat ga je nu al krijgen, hè? Nu gaan mensen allemaal friend requests sturen naar jouw account. Omdat ze dat zien. Allemaal. Ja, dan krijg je dat inderdaad. Ja, whatever. We gaan niet tegen iemand van jullie spelen, want ik wil jullie niet als friends. Ja, we kunnen natuurlijk nog niks. Nou, oké, daar gaan we er gewoon voor. Tuurlijk. Nou. Dus, level 1 en dan bam, en dan gewoon geowned worden door een chick. Gewoon bam, 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 met een standaard wapen en perks en attachments en zo. Ja. Let's do this. Shelly, ben je een camper of ben je meer een sprayer? Ik ben een rusher. Een rusher, kijk eens. Maar dan moet je toch geen Surge spelen? Ja, daarom. Maar iedereen die ik ken, die speelt dat altijd. Oh. Dat is een beetje jammer. Ja, wij zijn toen maar Domination gaan spelen, omdat het dichtst bij headquarters Shaak zit. Shaak V wil je boeken voor een feestje, Kate? Wie? Shaak V. Nou, ja. Als je de nastiness en de dirt kan handelen die ik draai, no problem. Ik doe niet van die blije tech house shit en zo, hè. Het is meer in de geest van... Jonas Kop en hey, we hebben een kijkcijfer record verbroken zonder dat we iets aan het spelen zijn. Oké, okay, netjes. Dat is wel tof. Iemand zegt dat ook. Ja, maar we willen gewoon echt gewoon ongelooflijk zinnige en leuke shit voor de vrijdagmiddag. Ja, en dan Motgrove vraagt wat ik van Wilders vind. Oh my god. Fuck, ja. Jesus Christ. Wat een held, hè? Yeah, een Indo. Het is ook een Indo. Yeah, Indo. De neger van Finland, toch? Fuck hem! Maar echt, hij is de nieuwe Hitler. Hij brengt mijn bastardras te schande, jongen. Ja. We zijn genomineerd voor de slechtste GameStream Awards. Yes. Vet. Ja. Ja, dat vind ik ook wel. Wat is dit voor man? Nou, dit is die hotdog stand. Ja, maar kijk dan met... Ja, maar die is helemaal vernietigd. Nee, dit is door die Freefall. Oh. Nou. Shelly, wat doe je? Dit zijn nieuwe maps. Nee, dit is zo'n gratis map volgens mij. Oh, ja. Ik zit ook veel te ver weg. Normaal... Ga eens even helemaal erbij zitten. Doe het. Ja, echt? Je moet nu, je hebt nu echt een drie kwartier. Ah! 3 kills! De sensitivity. 3 deaths, no kills. Een beetje omhoog. Nee, dat niet. Is niet nodig. Nee? Deze map is gewoon kut. Ik geef de map de schuld. Nu al de map de schuld geven. Gewoon een submachine gun? Ja, ik weet niet wat ik heb ook. Wat is dit? Zenuwen. De livestream zenuwen. Wow, 4 deaths, 0 kills. Ja, daar gaat je kill-death ratio, boys. Oh, jezus. Even inkomen. Even inkomen. Je hebt niet heel veel tijd, hoor. Ik weet het. Hier gaat... Ik heb al weken niet gespeeld. Nu heb je weken niet gespeeld. Daar. Hey. Hey. Wow. Je gaat zo vaak dood in deze game. Maar dit... Te vaak. Je gaat nog vaker dood in deze game dan in Dark Souls 2. Het schiet bij alle shooters ga je vaak dood. Ja, I know. Oh, nee. Jezus. Ja, ze zitten allemaal aan de zijkant te campen daar, hè? Brenita zegt, dit is een kut camp map. Ja, kut camp map, inderdaad. Ik zeg, ze zitten allemaal aan de zijkant, ja. God. Onyx the Great zegt, ze deed het beter in Titanfall vorige week. Ja, laat er even inkomen. Oh. Hopla. Nou, wat zit die guy daar nou weer te poepen daar in de hoek? Dat was raar. Hopla. Ja. Oh. Alle begin is moeilijk, level 1, je hebt bepaalde perks en attachments niet. Dit is echt wel heel dramatisch. Maakt er niet uit joh, het is toch niet jouw account. Nee, het is precies. En speelt ze toch nooit. Er stond er nog eentje daar, hè? Ja. Je hebt ook granaten, hè? Ja, die gebruik ik eigenlijk nooit. Nee, ik ook nooit. Ik vergeet ze ik zet het altijd gewoon in mijn, die twee... Het is wel grappig, hè? Ik speel heel veel Battlefield, van heel weinig dit. Battlefield is best wel goed eigenlijk, als ik dit zo zie.
Ja, wel mooier in ieder geval. Ja. En een ander speel. Kijk, ze daar met z'n tweeën boven zitten. Vieze kutcampers. Maar wat is dit voor map? Waar ben je? Ja. Kapot geschoten camper of zo. Gewoon... 31-31. Oh. Sven de Man zegt, Shelly is slechter dan Boris en Dennis. Ja. In haar natural habitat loopt ze gewoon keihard te ownen met haar eigen wapens en zo. Dus weet je, ze zit nu gewoon met standaard wapentuig. Eén oefenpotje mag. Eén oefenpotje inderdaad. Ik doe hierna een oefenpotje. Pieter 18 vraagt, wat is dat nou met dat vliegtuig waar jullie het over hadden? Ja man, dat fucking vliegtuig. Skate, waar is dat vliegtuig? Ik heb geen idee man. Dit nou, dat hangt volgende week boven Den Haag waarschijnlijk. Maurits, mag het geluid ietsje zachter hier? Kijk, hoor op elkaar. Er was eerder vanmiddag waren toch berichten dat er weer brokstukken gevonden leken te zijn. Ja, die ze volgens niet konden vinden. Dat is raar, hè? Ah. Dat is interessant, is dat toch? Ja, die vorige was een olievlek of zo. Even kijken of die shit al online zit, anders vertel ik het nu even. Nee. Nee, ik had iets briljants gehoord namelijk. Dat is? Dat ze hebben die, bij die piloot thuis, hebben ze toch zijn flight simulator in beslag genomen. Ja. Blijkt dat die guy de hele tijd oefenlanding aan het maken was op Diego Garcia. En dat is een Amerikaans militair vliegveld op de Malediven. En sterker nog, de lokale bevolking heeft het vliegtuig heel laag over zien komen vliegen. Ja. Dus het vliegtuig is daar gezien en hij heeft daar geoefend. Maar wat natuurlijk heel interessant is, 3 weken geleden zijn er 2 ex-Navy SEALs doodgevonden aan boord van een Amerikaans vrachtschip. Dit is allemaal waar. Op Madagaskar hebben ze 2 Navy SEALs doodgevonden. Ze weten niet wat daar aan de hand was, maar de cargo, dat vrachtschip is volgens doorgevaren naar Kuala Lumpur. Daar is een gedeelte van die cargo aan boord van het vliegtuig gegaan. Oh. Dus biochemical zombie shit. Hmm. Duidelijk. En de Amerikaanse overheid heeft dat vliegtuig gekaapt. Ja, joh? Ja. Weird, man. Weird, hè? Bizarre shit. Ja, want allemaal. Ik las ook ergens dat het laatste signaal van de grond kwam. Ja. Hmm. Ja, het is een heel raar verhaal. Schitterend voor zijn. Ah, je had wel een streak van 2 of 3 inmiddels. Ja, dat verhaal krijgt nog een dikke vette staart in ieder geval. Ja. Ja, en volgende week is natuurlijk de Den Haag atoomtop. Dus misschien wanneer dat ze is daar... Obama hier nou? Ja, zondag ging hij naar het Rijksmuseum volgens mij. Ja, en mag je in de buurt daar je ramen niet open doen en zo, hè? Is dat zo? Je mag niet uit het raam kijken. Want dan knallen ze je... Ja. Dus ze mogen wel een vliegtuig kapen en dat daar naar binnen vliegen, zeker. Met bio, met zombie shit. Jezus. Denk je dat Obama een zombie is? Dat zal best vet zijn, toch? Ik denk het ook wel, ja. Ik vind het wel tof dat hoe meer hij het einde nadert van zijn presidentschap, hoe meer scheid hij gewoon heeft en gewoon zelf nog op eigen titel shit wil doordrukken, zeg maar. Oefenpotje. Ja, oefenpotje. Dan ga je even kijken of het bij jou beter gaat. Nee, denk het niet. Nee. Hoe werkt het ook weer? R2 is schieten. Ja. Ja. Of het lid granaat. Ik weet het niet meer. Als ik dan... 8-22. Fucking hell. Ja, ik speel ook nooit team deathmatch, want dan misschien heb een objective kunnen we beter nodig. Maar gewoon domination doen. Ja, is... domination of zo inderdaad, ja. Kan ik even kijken. Kun je al iets... Hoeveel punten? Je krijgt allemaal complimenten, Shelly. Aww. Je ziet er goed uit vandaag, zeg Chris XJ10. Ik word er helemaal verlegen van. Ja, dat zou ik ook worden. Niemand zegt dat ooit tegen mij, weet je. Dan zit ik uren met die make-up te klooien, lippenstift en zo, oogschaduw. Gewoon omdat ik geen jasje aan heb. Hé, waar is allemaal shit? Oh. Dit is interessant, van Sir Fingerick, die zegt... Denken jullie dat Microsoft van Sony een gratis comeback krijgt... doordat de PlayStation niet te krijgen is en de Xbox nu Titanfall heeft? Wat denken jullie? Nou ja...
Titanfall is wel vet, maar of het echt een system seller is, dat vraag ik me nog een beetje af. Nee. Nou, voor de Xbox One wel in ieder geval. Mm. Tot nu toe, toch? Ik bedoel, het is een groot succes. Er was 100% meer Xbox One's verkocht in Engeland dankzij Titanfall. Dus dan is het wel een system seller, toch? Ja, eigenlijk wel. Nou, de vraag is, zou als de Xbox One in Nederland te koop is, zou de PlayStation dan ook te koop zijn? Hebben we niet gewoon veel minder stok gekregen van de PlayStation, omdat er toch geen concurrentie is? Oef. Ik denk eigenlijk van wel. Maar goed, ook een beetje... Hey, ik krijg ook een compliment. Boris, je schittert vandaag. Ja. In afwezigheid. Nou zeg. Oh, we moesten nieuwe maps spelen. Oh ja. Dit is... Oh nee. Standards, Domination. Waar is Domination? Hier. Boris, je hoofd glinstert. Oh. Is het zo? Mijn hoofd, ik zit heel dicht bij een lamp. Wel blij dat mijn hoofd... Ik ga iemand bannen die nu... Ik ben een peer, ga ik bannen. Hoe kan ik de nieuwe map spelen? Als je gewoon Find Cameron in die onderste. Tyfus. Dat is die map. Ja, ja, ja. Ja. Oh. Objective dan. Ja, echt? Ja, of deathmatch, maar... Ja, ja, ik doe wel dit. Oh, maar dan heb je ook blitz en zo, dat is echt niet leuk. Nou ja, het valt te proberen. Oh, search and rescue. Ja, dat kan ik toch helemaal niet, joh. Wat moet je ook weer doen dan? Niet doodgaan. En dan met zo'n piswapen ook. Misschien moet ik maar gewoon even de controller aan jou geven. Ja, nou ja, dit... Balen. Wat heb je gedaan met de chat? Ja, ik moest even inloggen. Anders kon ik niet bannen. Ik ga vanaf nu, als je er zit te kut in de chat, dan ban ik je gewoon. Anders ben ik je ook. Dat je moet even weten. Ja, hou het wel een beetje netjes en gezellig daar, alsjeblieft, hè? Maar dan loopt er gewoon heen. Waarom schiet hij niet? Oh, ik zit op de verkeerde... Hij loopt daar. Ach, ja. Ja, kijk eens, dit is toch... Ja, even inkomen weer, joh. Hoppa. Even inkomen. Je moet die tags pakken, dan krijg je punten. Waarom koop je niet een PlayStation 4 en hou je op met die slappe excuses, kijk. Kijk nou. Je had al lang hier een level 80 Night Elf kunnen zijn. Ik hou van dit soort levels. Woe! Zo. Ah! Ownen! Hoppa! En ik ben een specialist, yes. Ik wist het wel. Wow, wat is dit? Hij defused een knife. Oh, dat was gewoon waar mijn teammaat, hoor. Wel een bom. Oh, wat een vieze kill was dat net, zeg. Ik zet hem meteen weer helemaal in. Nee, kut game. En dat is niet waar, het is geen kut game. Maar kut mode bedoel ik. Die vent, hè? Ja. DJ Catscan zegt, ik heb gehoord van iemand die bij Sony werkt dat ze expres de PS4's vasthouden. Het zou een beetje dom zijn. Dat vind ik een beetje lullig, Sony. Kut. Ja, ik denk niet dat dat zo is. Nee, dat lijkt me ook niet. Iedereen wil zo'n ding, waarom zou hem dan... Ja, dus we moeten die shit toch verkopen. Ja. Shelly, wat is je meest favoriete Call of Duty game? Modern Warfare 2, denk ik. Ja, dat was ook mijn eerste, maar die heb ik echt zoveel gespeeld. Okay. Ik had iets van 24 dagen of zo. Kut! Jezus. Welke? Modern Warfare 2. Nee, 2, ja, er zaten nog wat bugs. Iemand vraagt weer, wie is Shelly? Shelly loopt stage bij ons op de redactie. En wat blijkt, zomaar out of the blue, blijkt ze echt nog eens ontzettend goed te zijn in Call of Duty. En in Flappy Bird, maar dat is een ander verhaal. Want je had level 80 toch in Flappy Bird? Ja, zoiets. Belachelijk echt. Ik kwam bij 5. Excellent job, team. Get ready for the next round. Dat is niet zo best. Search and rescue. Nou, Shelly, zo heette mijn hamster ook, zegt Oppies. Een beetje een rare naam voor een hamster. Ja, weet ik niet. Shelly, een hamster? Ik zou mijn hamster ook Shelly kunnen noemen. Ik zou hem eerder Skate noemen, maar... Dat zou Shelly ook kunnen. Kut! Jezus, dat is echt heel slecht, Skate. Ja, maar kijk met wat voor scope die... Ja, die gebruik ik altijd. Oh, okay. Met de Remington. Eigenlijk werk ik nooit met scopes. Jezus, wat ben je slecht, man. Mijn god. Wat is er? Ik was al dood en ik heb gewoon... Maar zelfs nu... Ik heb meer kills dan deaths, hoor. Je komt gewoon aanlopen en je laat je gewoon afslachten. Dat ben ik niet. Dit is iemand anders. Nee, maar dat ben jij. Hier met dat maffe pinopak Nee, dat ben ik niet. Wie moet ik bannen? Wat? Waar? Search and rescue.
Destroy, oké. Okay. Wat is beter, A of B? Ja, ik heb deze map nog nooit gespeeld. Boris, wie wordt eerder kaal, jij of Skate? Oké. Okay. Oh. What the fuck, man? Die had dood moeten zijn. Hé, hey, kijk hier. Er zit nog volop haar op mijn hoofd. Hij is al kaal. Wat is dit? Ah, man. Zitten we met zo'n... met iemand die niet speelt? Is hij de laatste? Ja. Nee. Nee? Kill hem even dan. Och, oh, Jezus Christus. Loopt hij er gewoon langs? Ja, hier als... Nee. Man. Ja, zo kun je toch nooit winnen? Hey dames en heren, welke game is dit? Call of Duty Ghosts. Waar Skate de ene naar de andere genante prestatie... Dat is niet waar. Het gaat mij een stuk beter af dan Shelly net deed, hoor. Hey. Nou, laat Shelly nou weer spelen. Want wat? Hier. Hier. Oh, je kan niet... Ja, maar in deze mode... Jezus Christus. Wat doe ik? Je moet... Blijf van die knopjes af en speel gewoon die game. Je moet een touchpad, dan kan je zien hoe vaak je dood. Oh, touchpad. Oké. Okay. Maar je kan in Search and Rescue niet zo vaak doodgaan, dus dat is een beetje niet te vergelijken. Rot op, man! Ja, hij is te langzaam ook. Ik wil die sensitivity omhoog. Maar dit is een... Hier! Ah, medium 3! Speel jij op medium 3? Nee. 8 of zo. Gewoon even high zo. Ja, dat is beter. Oh, jezus. Ik denk, waarom beweeg ik zo traag, joh? Dat maakt, gelukkig maakt het toch wel verschil. Ik was al dood. Een beetje plaatsvervangende schaamte. Hoe wat een onzin. Ja, maar ik speel met een piswapen. Hier, zie je? Dat is Money Boy. Was niet ik. En die gast lagt. Ik snap wel dat mensen kappen met dit spelen. Ook gewoon aan het verliezen. Ben ik. Sowieso eentje te campen hier. Jou. Ja. Met zijn pick-up pak. Ja, hier hoor. Fucker. Vooruit. Vooruit. Je hebt de helft nodig. Oh, zat hij daar gewoon wel? Hmm. Hebben we nou nog niet verloren? Tot hoeveel gaat het? 5. Vier, nee. Dan zie je allemaal die M-tar, hè? Ja, die is al geprestiged en alles en zo. Welk level zitten wij? 4? Zoiets. 5. Het gaat wel snel eigenlijk. Ja, 2 seconden naar level 5. Jij mag voortaan de search and rescues doen hoor, dat is niks voor mij. Ja. Nu mag ik weer. Ja, ja. Laten we even kijken welke... El Magico 2 en 3 crew, zegt Shelly Rocks. Thanks, El Magio. Ja. Oh, gaan ze weer search and rescue? M. Jansen, 1975, zegt... Ik verwacht helemaal niets meer van COD, zolang ze niet iets nieuws gaan brengen. Ja, dat wordt toch wel tijd, jongens, of niet? Wat verwachten jullie van de COD-serie? Wat is dit voor mode? Ja... Elke keer hetzelfde. In hoeverre kunnen ze nog daadwerkelijk echt... conceptueel iets veranderen? Ja, ze kunnen heel veel veranderen, maar het gaat vragen, gaan ze doen. De ik hoop gewoon dat het er beter uit gaat zien, want ik vind de gameplay vind ik sowieso wel leuk. Sowieso tijd voor een echte nieuwe engine. Ja, want dit kan eigenlijk echt niet meer. Nee. Nou, blitzoeken. De Surfing Rick zegt, denken jullie dat er nu 3 partijen werken aan COD en dat het beter wordt? Of dat er nu, omdat er nu 3 partijen werken aan COD, dat het beter wordt? Ja, ik heb eerder al gezegd, ik zie liever 1 nieuwe Call of Duty in 3 jaar dan 3 ontwikkelaars elk jaar met Call of Duty. Ja. En ik ben een Treyarch-fan, dus ik ben meer benieuwd naar wat Treyarch eigenlijk gaat doen. Kralingen Noord zegt, Boris, wist je dat een laptop op je knieën schadelijk is? Het klopt, er komt straling van je laptop af en het gaat dan door je balzak heen. Ja, nee, echt waar. Ja. Ja. Maar ik heb al 2 kinderen, dus het is oké. Okay. En ik heb geen laptop meer, dus dat is prima. Davito 445 zegt, Skate, haal jij pas de PS4 als de nieuwe Uncharted uitkomt? Onder meer,
Uncharted is echt zo'n game die ik moet spelen, inderdaad, ja. Ja, toch? Jezus. Ik schoot toch eerder? Nee, je bent zo aan het zuigen. Dat is niet waar. Ja, maar doe het maar als je al maanden niet gespeeld hebt. Oh, lek. Oh ja, ik moet even zeggen dat jullie ons kunnen volgen. Doe dat even. Klik even op dat hartje. Ah, wat is dit nou, joh? Klik op het hartje, volg ons, subscribe je op onze Twitch. Support je lokale GameKings. Wat vonden jullie van de trailer van Watch Dogs PlayStation Exclusive die gisteren uitkwam? Vond ik er wel opeens veel beter weer uitzien. Ja, hè? Ja. Er is iets raars aan de hand met die beeldkwaliteit. Ik begrijp ook niet helemaal waarom ze dat op die manier doen. Maar je krijgt allemaal extra dingen, maar dit vond ik niet heel erg bijzonder of zo. Een nieuwe jas krijg je. Hoppa, Bats. De Honey Badger. Wat is dat ding daar? Oh ja. Ja, die kan je laten ontploffen of zo. Wat zullen jullie spelen? Search and Rescue nu, toch? Blitz. Nee, dit is Blitz. Blitz. Niet een motortje in een helikopter kan vinden. Oh. Zit erachter. Ach, jezus, ik wou hem steken. Ik wist dat hij daar was. Man. Mijn moeder is sneller dan jij. Wat is dit hier? Kant kapot? Ja. Wat heeft skate-achtige Battlefield 4 vraagt Hot the Boy? Niet zo heel veel, maar ik ben meer een Bad Company speler. Ik hou iets meer van die snelheid en gameplay dan... Snake Eater 2014 zegt Battlefield 4 is gewoon te moeilijk voor skate. Nee. Het is niet zozeer te moeilijk, het is gewoon langzaam. Outer Heaven zegt, beste Boris, waarom hebben jullie bij GamePix geen aandacht gegeven aan Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes? Nou, jawel, maar je hebt met je ogen geknipperd en toen was de review voorbij. Dus waarschijnlijk is het je gewoon opgevallen. Zo kort was het. Net als de game. Nee, serieus, Dennis was ermee bezig, maar ja, ik weet niet. We zijn niet heel enthousiast. Je speelt die game echt in een half uur uit. En betaal dan 30 fucking euro voor. Het waar zit dat punt? Een schande. Ja, daar, je kan er nu in. Waar? Je had moest aftellen. Aftellen? Oh, hier. Ja, nu. Ondertussen zit ik wel even een streetje te maken hier, hè? Jij zit een streetje. Ah, godver. Hier, gelukkig, ik heb je Bruno nog, die Riley, die nog even hapt. Oh, skate. Ja, dan pak ik dat ding maar wel, hè. Wat de fuck doe je hier? Hey, fucking noob! Het is niet eens een goede plek noob om te campen, jezus. Oh, man. Ik vind dat Shelly weer moet spelen. We hebben Shelly uitgenodigd om hier te zitten. Ja, maar Blitz, dat kan ik wel een beetje. Ach, je kan helemaal geen flikker van. Ik zit er te kijken, dit is echt te janken. Ja, Pier, ik heb al drie van de helft van de punten die zijn binnengehaald. Laat Shelly nou. Denk je dat die mensen echt zitten kijken om jouw grijze baard te zien hier? Ja. Die willen graag Shelly, die heeft een jasje aangetrokken. Die zit er helemaal klaar voor en je hebt die controller gepakt. En nu zitten we naar die oude man te kijken die hier zit te gamen. Hier, zo. Nou, geef maar Shelly. Ja, jongen, hier. Hier. We gaan er bijna voorbij. Shelly gaat even spelen. Ja, oké. Okay. Ik ga even voor zitten ook, want anders gaat het weer eenmaal verkeerd. Ja, daarom. Nou, waar gaat hij nou heen? Waarom pakt niemand die fucking punten? Ja, dood. Kan iemand Snake Eater 2014 bannen? Wat doet hij? Gewoon zeiken. Nou. Ook nog één. Ja, Joost de Gekste zegt, wat vind je van het feit dat ik mijn PlayStation 4 op 20 november besteld heb en hem nog steeds niet heb? Ja, met jou de rest van Nederland. Niemand heeft hem nog. Het is niet te doen. Die fucking PlayStation is er gewoon niet. Het is al afgelopen. Ja. Mede dankzij drie blitzruns van mij. Ik had wel de last kill. Ja, dat dan weer wel. Ja, precies. Oh, het is pas halftime, hè? It's halftime! Nasty Nas! Gandolfini gaat straks lekker Infamous de Collector's Edition spelen. Ah. Wat is daar bijzonder aan de Collector's Edition? Nou, die is vet.
Die is gewoon heel erg vet. Wat is er anders aan? Wat zit er iets gewoon, extra's bij? Ja, het kost 60 euro meer. Hmm. Dat is alleen al een reden om je meer te verheugen op de rem. Hoppa, kijk, zo rolt Shelly. Bam, ranked up, corporal, alles. Woe! Hoppa, steekt nog eventjes iemand neer. Campo, hier nog eentje, hoppa. Killstreak. Ze heeft gewoon schijt, hoppa. Ja, assist is jammer. Nu weet ik niet. Shelly's moeder. Dit is waarom Shelly erbij zit. Ik zag iemand vragen, wat doet die dame daar? Nou, die dame die zit er om te ownen. En ze loopt stage bij ons. En jullie moeten echt ophalen met vragen wat voor ondergoed ze aan heeft. Pak die schiet je gewoon weer een flikker. Hey, kom op, hond. Ja. Ja, je moet niet te veel je eigen base defenden hier, maar heb je altijd die hond blitz pakken. Ja, ik. Je kan altijd de hond kegelen. Nee, dan moet je 5 keer een kill hebben. En dan komt de hond. Komt hij gewoon. Jezus. Maar hij komt er gewoon eens fluit. Hoppa, bom. 1 kill. Oh shit, zonde. Er kwam wel een hond. Ja, maar volgens mij gaat hij niet dood. De hond? Oh nee, daar is hij. Waarom is mijn radar? Hier. Schieten. Ja, dat komt door die atoomshit die in het midden kapot kan. Ja, dan moet je care package halen. Dan ja, precies. Nog één, nog 3. Je geen granaten of zo? Nee, fuck granaten, joh. Dat werkt niet. Dat werkt niet? Nee. Jezus, maar jullie moeten meer Battlefield spelen. Dat is echt vet. Ik kom ook gewoon niet bij dat punt zo. En ja, Jansen 1975 vraagt, kunnen we niet gewoon Infamous gaan spelen? Die heb ik nog niet gezien qua gameplay. Ja. Dan had je net even moeten kijken van 4 tot 5. Toen hebben we het eerste uur hebben we Infamous gespeeld. Ja. Maar je kunt uiteindelijk deze hele livestream wel weer terugkijken op Twitch en op GameKings.nl. En op YouTube. En op GameKings YouTube. Extra. Dus het wordt hier volgens mij automatisch geplaatst, dacht ik. Maar ik weet niet zeker. Hoppa, even een killetje. Dus dan kun je het eerste uur terugkijken en Infamous beelden bekijken. Hey Shelly. Vind jij dat het beter gaat in level wat je een soort van mooier eruit vindt zien? In Call of Duty? Ja? Nou, niet per se eigenlijk. Nee? Maar sowieso vind ik geen één level echt mooi in Ghost. Maar ik vind dit is een open level. Hè? Ik hou altijd van dit soort levels. En, oh, hoppa. Ja, maar het is allemaal eigenlijk best hetzelfde hoor. Ja? Ja. Oh, shit. Ik heb 2 vrienden die deze game nog altijd heel fanatiek spelen. En ook met die competities en dergelijke en zo. Ik wil toch even zeggen, petje af voor IDK en Mustang. Die gewoon met z'n tweeën de BKAC, de Badkamerartikelen Clan, naam hoog houden. Ze eindigen elke week gewoon in die speciale competities gewoon bovenaan. De Clan Wars. De Clan Wars eindigen gewoon steeds bovenaan. Dat is gewoon niet normaal. In welke divisie zitten ze dan? Ja, in een of andere gouden of zo. Oh ja. Platina. Ja, daar spelen niet zo heel veel mensen in. Wat dan? Ik zit nu in Diamond. En ja, nee, Diamond zitten ze ook. Oh, nou dat is aardig goed met z'n tweeën. Ja, toch? Okkie zegt, ik ben jullie kutkoppen zat. Dag Okkie, tot nooit meer ziens dan. Oh, hondje. Ik wil graag van de mensen thuis weten of ze nog Ghost spelen en zo ja, wat ze er dan toch zo sterk aan vinden. Ja, wie van jullie speelt er nog Ghost? Oh, dat vind ik zielig. Ik stem namelijk een partij voor de dieren. Ja, het is kill or be killed in deze game, jongen. Ja, kijk, toch steeds niet achter die auto zitten. Pas op, ja, het is ook gewoon... Ik wil nou gewoon dat goal. Ik ga er gewoon voor. Oh, nee, dat heeft geen zin. Echt gewoon voor... Niemand gaat naar die punten, hè? En daarom sta je gewoon uiteindelijk gewoon achter. Ja, maar niemand die ook even helpt ze snappen, of zo. Echt, zelfs een half jaar na dato snappen ze nog steeds niet hoe het spel in elkaar zit. Dat bedoel ik nou. Man, wat een hoop noobs. Outer Heaven blijft maar doorgaan over Metal Gear Solid Ground Zeroes. Ik heb toch wel uitgelegd dat we gewoon de review nog niet online hebben. Omdat alleen Dennis hem heeft gespeeld en het zo negatief erover was over het feit dat hij hem serieus in een half uur heeft uitgespeeld. Dat we er eigenlijk nog een beetje perplex zijn van het feit dat... Weer achter die auto. Ja, die gast naar links zit hier ook, die guy. Ja. Die schoot je net ook. Hè. Time limit reached.
Hij nou, staat toch mooi bovenaan met 28 dead. Ja. Maar kijk wat de rest te doen. 9 om 35, 4 om 28. 36, jezus. Wat een pannenkoeken. Hier, 3 captures. Alle 3 op mijn naam, hè? Ik heb de kills gemaakt. Oh, ik stond 11 om 7 toen ik hem aan jou overgaf. Dat is wel waar. Plus 4. Jij plus 2 uiteindelijk ervan gemaakt. Domination. Ja, mag ik domination doen? Jawel, ik doe de eerste helft en jij de tweede helft. Nee, dan doe ik de eerste helft. Oh, niks ervan. Jij bent stagiair. Nou. Kijk, oh, clan. Oh, clan, we zijn de lul. Maar ze zijn geel, dat ben je niet echt een goede clan. Nee? Nee. Je moet een rode clan tag hebben. Een rode clan tag? Heb jij een rode clan tag? Ja, dan ben je wat level... is jouw clan? Atrox. Atrox? Ja, Atrox? Ja. Klinkt als een oude video. Ja, ik weet niet. Het is een of ander Grieks woord. Dat, Je weet niet eens wat het betekent? Nee, ik heb geen flauw idee. Je moet toch wel weten waar je voor kijken. Staat? nee, ik weet het niet. Volgens wie zit er allemaal in de Atrox? 200 members of zo. Jezus, we hebben nep, twee zeg. Aparte clans. 200 members? De BKAC die gaat gewoon eens in dezelfde tijd gaan ze tenminste gewoon lekker samen met z'n allen naar een restaurantje en wat drinken en ja, wat eten en zo. Doe normaal. Tuurlijk. Ga je niet gewoon een game spelen? Ja, tuurlijk wel, maar we zijn ook gewoon vrienden in real life en shit. Doe normaal, je hebt geen vrienden in real life. Ik heb wel een paar vrienden. Helemaal niet. Wow, ik hoor allemaal hele scary geluiden. Dan zit je weer met die controle in je handen, Skate. Ja, ik heb hem gewoon afgepakt. Omste beurt. Omste beurt noemt hij dat. Bij wie zit ik nou in het team? Oh, niet bij die clan. Nope. Ach, jongens, echt, het is toch niet te geloven, hè? En... Dit is die scrapyard. D-Dreamer 070 die vraagt hoe het op school is bij Shelly. Want hij gaat daar volgend jaar naartoe. Wat grafisch, ja. Het, Vind je het een leuke school? Het is wel leuk, ja. Niet heel erg spectaculair of zo, maar best, gewoon best school. Het is wel een kutopleiding. Maar. Ja. Het is niet gewoon school. Kijk, gewoon school is een lagere school, dat is gewoon school. Maar als je op een gegeven moment ga je studeren, en dan is het gewoon een soort van echt een keuze, toch? Ja, precies. Een leuk stage had natuurlijk ook mee. Hè. Dat wou ik zeggen. Ja. Het beste. Wat ga je doen als je deze school hebt afgemaakt? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet het nog niet zo goed. Ga je verder studeren? Dat ja, wil je misschien, wel meer weten, maar... Kost ik zoveel geld allemaal. Vooral omdat je nu dat leenstelsel krijgt. Ja, gewoon niks terugbetalen. Fuck, met zee blijven zitten daar. Echt wel je achter staat. Oh, skaten. We zitten weer skate te kijken. Ja. Mijn god. Gelijk weer 200 kijkers minder. In pure ellende. Alleen maar zien we skate die uit de dal geschoten wordt. Dat is niet waar. Dat is toch wel onzin. Waar? Dat zie ik nu toch? Nou, gaan we nu kijken. Als je een kill maakt. Als je niet nu als eerste een kill iedereen maakt voordat zit iemand dood maakt. Dan moet je hem teruggeven aan Shelly. Dat vind ik een goeie. Ja. Als je dood bent, gaat hij naar Shelly. Ga maar dood. Ja, ga maar dood, Skate. Ga maar gewoon dood. Skate, ga maar dood. Je bent hier nog niet dood. Hier. Nee. Is er niet te geloven? Hij gaat gewoon liggen. Wat een onzin. En dan is hij zo, het is Skate. Dan staat hij op en schiet hij. Wat een kutspel. Hier. First place kill. Boom. Laat Shelly maar even. Ik kan het niet meer, hoor. Ik wacht alweer tot Treyarch met een nieuwe komt. En hopelijk, wanneer Headquarters er weer bij zit, dan kan ik toch gewoon eindelijk mijn eigen mode weer gewoon spelen. Iemand zegt, ik ben weer Bad Company 2 gespeeld. Ja, dat snap ik best wel. Dat is echt heel tof. Echt een toffe game was dat. Ja. Ik kijk heel erg uit naar Bad Company 3. Ja. Ik ook. Wanneer komt hij? Ja, daar is nog niet echt heel veel over bekend, hè? Nee, dat weet ik ook niet echt. Ik hoop dat hij in 2015 komt. Is hij nou heen? Ja. Helemaal verkeerd. Oh, hij staat toch gewoon daar, hè? Is er al wat bekend van de nieuwe Call of Duty? Nee, nog niks.
Maar het gaat deze E3 wel gebeuren, denk ik. Nee, en op een gegeven moment hoor je ook weer hele andere verhalen over dat er toch weer een andere ontwikkelaar ook weer mee bezig is in plaats van Sledgehammer. Ik ben wel echt heel benieuwd. Ja, maar ik weet niet, ik verwacht er niet zo heel veel van. Nee. Ja, wat is er? Daar heet het gewoon lek. Hij lacht. Hij lacht daar gewoon, hè? Dus hij lacht gewoon te leggen, wil je zeggen. Ja, precies. Oh, kijk, eens zitten. Zat even in de bosjes. Ja, Nishira zit niet in de chat vandaag. Misschien is het eigen streampje aan het doen. Oh, hondje. Yes. Oh, oh. Oh. Oh, jawel, jawel. Triple kill. Oh, hoppa. Hoppa. Kijk eens. Ah, jammer. Oh, shit, helaas. 20 punten verschil, gaat goed. Boris de Vries vraagt, wat heb je aan vrienden eigenlijk? Op zich best veel, denk ik. Ja? Wat heb je aan vrienden? Zo, die hond gaat even. Vertel eens, Shelly, wat weet je over vriendschap? Ja, dan heb je toch nodig om Call of Duty te spelen, lijkt me zo. Zijn dat echte vrienden? Dat kan met kennis ook, hoor. Ja. Nee, dat is wel een beetje een punt. Heb je veel vrienden, Shelly? Vriendinnen. Ja, dat is hetzelfde. Ja. Neem eens een keer mee, joh. Skate heeft ook een bol vriendinnen. Ik heb meer vriendinnen dan vrienden. Ja. Ja. Ik weet niet. Ik ben niet gay of zo, maar ik kan gewoon relaxter lullen met chicks en zo. Dat kan. Oh, de Yeti. En ik ben, ja, ik ben en blijf een beetje een plager. Plager? Ja, een beetje plagertje. En? Een beetje teasertje. En je maakt chicks helemaal gek, bedoel je? Mm, nou, dat deed ik vroeger. Toen je nog een jonge god was. Ja, toen speelde ik behoorlijk veel met woorden. En dan wist ik het altijd wel weer zo te schrijven of te zeggen, ja, dat het niet droog bleef daar in de middelste regionen. Maar die tijden zijn nogmaals voorbij. Is dat zo? Ja, tuurlijk, man. Kom op, man. Die chicks zijn gewoon ouder geworden. Die tijden zijn kijk er gaan, man. Ja, maar mijn vriendinnen zijn er alleen maar jonger op geworden. Oh ja? Shelly wordt er gewoon ongemakkelijk van. Die begint gewoon dood te gaan. Ik weet niet meer zo goed hoe moet jij zeggen. De vrouwelijke Dennis hier? Oh. Kunnen we het nou niet over kutjes likken hebben en zo? Wat flauw, dit. Ah joh, 14 punten voor. Oh, oh jee. Oh jee, oh jee. Snel weg. Oh. Oh, ze hebben gewoon een chopper gunner. Ook nog, ja, omdat ze gewoon erop los zitten. Ik mis heel erg die handgranaat. Ja, maar die gebruik ik nooit. Maar die doet dus echt geen damage, want ik kan me wel vrij voorstellen. Weinig. Ja, koeken blijft een lastig. Je moet echt Battlefield gaan spelen, jongens. Nou, dan ga jij binnenkort even lekker Battlefield streamen. Heb je het wel eens geprobeerd, Shelly, Battlefield te spelen? Nee, ik heb het echt één keer één potje gespeeld of zo. Dus... Nou, je hebt in ieder geval volgend jaar op school weer één fan erbij. D3070. Dat is mijn laatste jaar, dus... Oké. Ik weet niet of ik er heel veel ben. Nee, dat zou ik ook niet zijn. Zeker nu je weet dat D3070 je gaat stalken. Wat wil je gaan doen als je klaar bent? Ja, dat is dus het probleem, dat weet ik nog niet. Oh. Iets tofs. Iets met games. Mm. Oh ja? Games? Ja, ik hou van games. Nee, ik vind games ook tof. Zou je games willen maken? Nee, dat niet per se. Hmm. Hebben we gewoon Marcella en Jaad vroeg gewoon, hè? Nou, misschien samen met Marcella, een dames item. Game Queens. Ja, dat is... Helemaal roze maken we de site dan. Het... Oeh! Ja. Nee, dat maar niet. Ik heb toch helemaal niks, hè? Ja, dat vergeet ik altijd een beetje. Ja, dat maar is... eerst proberen, dat maar het werkt wel. Hé, jullie staan gewoon achter nu. Je staat net 20 punten voor. We zijn gedomineerd. Holy shit, jongen. Ach, jezus. Opeens gaat alles fout. Weer die lijk ook, hè? Ik vind het heel leuk dat ik af en toe mensen ban gewoon zomaar random in die chat. En dan gaan ze heel erg lopen zeiken. Ja, op de site ook, hè? Ja. Sowieso dat... Als je geband bent, dan komt het gewoon omdat je naam er niet aanstaat. Zo kan gewoon gebeuren. Ik ben gewoon... Kijk, zij zitten gewoon kills te maken. Ik maak ook kills in de chat.
Hey shit, mijn batterij is bijna leeg. Godver, wat is dat voor ding? Ja, dat is zo'n ding van boven. Zo'n dragon. Ach, het gaat opeens helemaal niet meer goed. 24 keer dood. Ik ga nu echt als een gek mensen bannen. Met hoeveel mensen zit je nog in het team? Ik heb het idee dat er nog maar twee in je team zitten of zo. Nee, vier. Ik wil nou gewoon wel weer een kill eigenlijk. Nee. Ja, die zit alleen maar boven daar binnen de hele tijd. Dat is niet normaal. Oh jee, kut helikopters. Maar daarom haat ik dit spel als je niet met vrienden speelt gewoon. Want ja, gasten die lopen maar wat en die doen maar wat. Maar daarom moet je ook Battlefield gaan spelen, want daar zit veel meer dat teamplay element. En misschien moet ik het gewoon een keer proberen, maar... Ja, ik denk echt dat je het moet proberen. Ik bedoel, het duurt wel even voordat je goed bent hoor, ik bedoel... Ja, maar dat had ik met Call of Duty ook. Ja, maar zeker. Nou, maar de overstap van Call of Duty naar Battlefield is misschien wel te groot voor de meeste mensen, want het is zoveel... Nou, je trager en je... Nee, man, het is gewoon, nee, dat is zo... Call of Duty spelers zijn gewend om te rennen naar een objective. Haal toch op, man. Dat is zo'n ontzettend cliché. Die maps cliché. Zijn ook gewoon zo groot. Het is gewoon niet waar. Het is wel waar. Nee, niet alle maps zijn groot en niet alle... Het hangt ervan welke mode je speelt. Dan nog is gewoon... Het tempo ligt gewoon een stuk lager. Helemaal niet. Wel waar, joh. Wat bedoel je nou? Ik zit hier toch te kijken. Dit ligt helemaal niet lager. Het tempo in Battlefield ligt echt een stuk lager. Nee, dat ligt niet, man. Je hebt het nooit gespeeld. Gaan tuurlijk PlayStation wel. Gaan spelen. Tuurlijk heb ik het wel gespeeld, nee, man. Nee, je hebt het niet gespeeld. Want anders zei je dat ze het onzin niet uitkamen. Nee. Het ligt niet lager. Dit is een doorgewinterde Call of Duty speler die ook Battlefield gespeeld heeft. En weet van, dit is gewoon echt een tikkeltje sneller. Nee, dat is het. Serieus, Kate, dat is het niet. Zeker niet de squad deathmatch, team deathmatch. De tempo ligt echt hoger dan wat je nu ziet. En, en daarnaast heb je gewoon zoveel meer mogelijke modes en dingen. En om maar over het realisme van de wapens te zwijgen. Maar het is toch gewoon een smaakding? Of je speelt Call of Duty of je speelt Battlefield. Het is niet dat je ze allebei speelt. Nee, omdat het gewoon te veel tijd kost. Ja. Dat is het ding. Maar de meeste mensen die ik ken die Call of Duty spelen, die spelen het omdat ze niet Battlefield ooit gespeeld hebben. En omgekeerd... Nee, dat is echt, nee, dat is niet waar. Nee, dat is wel waar. En omgekeerd, de meeste mensen die Battlefield spelen... zijn gewoon op een gegeven moment klaar met Call of Duty. Dus dat, het is een soort logisch vervolg. Dus Call of Duty is de gateway drug voor Battlefield. Thanks. Hè? Is Call of Duty de gateway drug naar Battlefield? Ik denk het, ja. Ik denk wel dat op den duur Battlefield... Maar kijk, ze moeten niet met die shit blijven komen wat ze nu doen. Dat ze gewoon te veel bugs hebben. Maar uiteindelijk geloof ik wel heel erg in Battlefield. Goed, nu skate bennen. Waar is de anusroeier? Ja, dat is ook zoiets. Ik mis gewoon een anusroeier. Een anusroeier? Schroeier. Anusschroeier. Je hebt gewoon helemaal geen idee waar ik het over heb, hè? Het is echt bizar gewoon. Volgens mij heb je geen anusroeier in Call of Duty, zegt Eik. Dat klopt. Search and Rescue. Geef hem nou niet aan Skate die ja, controle. Hij pakt hem gewoon. Dat is ja, ik pak hem gewoon. Ik pak wat me toekomt. Battlefield 4 is veel realistischer qua schieten. Ja, dat komt omdat kogels ook daadwerkelijk gerenderd worden. Ja, weet je wat nog realistischer is? Arma. Dat is nog realistischer. Wat is dat? Zo, AIDS-hoest. Iemand is aan het hoesten daar. Ik wil helemaal geen search and rescue. Interessant. Ramadan Hassani vraagt Boris. Ik zat laatst een paar oude reviews te scrollen van GameKings en kwam op de Uncharted reviews uit. Je zei toen dat er een Hollywood screenwriter heeft gewerkt aan de serie. Dit bleek niet het geval te zijn. Hoe kwam je hier eigenlijk op? Amy Hennig komt van Crystal Dynamics of zo. Nou, het was wel het geval. Ja, toch? Ja, en dat kwam zelfs omdat er een staking was van Hollywood schrijvers op een gegeven moment in Hollywood. En toen zijn ze voor videogames gaan werken. En dat heb ik van iemand die gewoon bij Naughty Dog werkt en aan de serie heeft gewerkt. Dus Leuke vraag van FR12 Koen. Shelly, met wie kun je het beste opschieten van de redactie? En dan niet de stagiairs, maar de vaste crew, de vaste GameKings. Nou, dat klinkt misschien heel cliché, maar met iedereen eigenlijk wel. Met iedereen kan ze goed opschieten. Ik vind gewoon iedereen aardig. Dat is fijn. Vind ik raar, want zelfs ik vind niet iedereen aardig. Ja, maar ik vind serieus iedereen aardig. Ik haat ze allemaal. Ja, maar vind je niet iemand het aardigst? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, vind je niet iemand net iets aardiger dan iemand anders? Nee. Wat is je stagevergoeding? Wat is je stagevergoeding die je krijgt? Ik vind je zo tactisch gewoon. Je bent zo diplomatiek.
Weet je zeker dat je niet de politiek in wil? Ze wil de games in, ze wil de gamesindustrie in. Dan is het toch niet raar dat ze zo'n politiek correct antwoord komt? Zijn, hoor. Je zou misschien de eerste vrouwelijke president kunnen zijn. Nou, alsjeblieft niet, zeg. Nee? Nee. Lijkt me niet heel erg tof of zo. Sjaak V zegt weggeborst. De Boris Ban. Jezus, dat kon nu, dat heb ik al een uur geleden gezegd, dat kon nu pas langs de stream. Rogerius187 zegt, Boris vertelt wel altijd best veel onzin. Dat is niet waar. Ja, zullen we even wat anders gaan spelen? Ja, Battlefield 4. Mensen, doen maar wat. Oekraïne is nog realistischer dan Arma, zegt Fipval. Ja, en zo kunnen we nog wel een stuk of 20, 25 andere landen opnoemen waar geheime oorlogen en dergelijke plaatsvinden. Boris de Vries, die zegt ik wil over Shelley heen gaan. En dat is, jawel, gefeliciteerd. En bam. Weggeborst. Jee, hoppa. Weggeborst. Hey, Nisira is het. Ik wou net zeggen. Ze zegt ik sta in de Albert Heijn te kijken. Jee, Nisira staat in de Albert Heijn te kijken. Waar was je al die tijd? Jezus, 10 minuten of tijd kom je binnenlopen. Ja, te druk met eigen streampjes waarschijnlijk. Nou, ik denk te druk met boodschappen te doen. Ze vraagt zich af wat ze vanavond gaat eten. Jongens, mag ik eventjes wat, wat suggesties voor Nisira om te eten vanavond? Ja. Dikke vette worst. Ja, lekker toch, zo'n braadworst met wat spinazie en krieltjes. Krieltjes, spinazie, bladspinazie. Ik ben zo moe. Hoe ik bladspinazie maak, dat is op een andere manier. Gewoon met wat met een bouillonblokje, currypoeder, blikje tomatensaus, uien, knoflook, fruiten en roerbakken als het ware. Heerlijk, gewoon bladspinazie met een bite. Met spinazie. Gewoon even een goede braadworst met wat spinazie en krieltjes. Prima, toch? Nisira, ik zou zeggen, eet even lekker wat spinazie en krieltjes en een dikke vette worst. Skate wil dat je zijn spinazie eet en zijn braadworst. Dat is niet waar. Dat maak jij er helemaal van. Dat maak jij ervan. Jezus, waarom is dat zo plat hier in die shit? Maar het is fucking 5 voor 6 en het kan ook niet normaal. Nee, maar mensen gaan het weekend in. Mensen willen gewoon lekker losgaan. Ja, dat is waar. Ja, en dat gaat ook gebeuren. Hey. Als je met mij morgenavond wil losgaan, kom dan naar de H7 Warehouse. Vlakbij Amsterdam Sloterdijk. Zodat ze je zuurkool kunnen proeven, Skate. Dat zegt... hij is al weg. Met worst, ja precies. Ja. Nisira had pizza voor morgen. Dat is niet verkeerd. Ja. Pizza? Zou ook wel een pizza lusten. Nee, geen pizza, joh. Jij eet toch wel een beetje gezond, of niet? Vorige week was je al met die frietsticks in de weer. Frietsticks? Ja, ze had hier een soort frietsticks. Dat is het enige wat ze te eten had op de redactie. Dat is verschrikkelijk. Ja, die waren opeens verdwenen. Ja, die had ik opgegeten met Jelle. Wat zijn frietsticks? Ja, van die echt juist de meest oldschool chips die je hebt. Van die gebakken. Echt super lekker. Frietjes. Met paprika. Nou ja, goed, whatever. Ik moet zeggen, ik vind ze voornamelijk lekker als je ze na 6 weken ergens terugvindt. Maar dan zijn ze heel juicy geworden. Godver. Dat vind je dan wel vies. Battlefield is realistischer dan COD, zegt Osnigel. Ja, dat weten we inmiddels wel. Dat is toch een publiek geheim? Ik bedoel, daar hoeven we het er ook niet over te discussiëren. We weten toch allemaal dat Call of Duty een allesbehalve realistisch shooter is? Ja. Die Sire zegt, ik doe maar even mijn oortjes in. Heel Albert Heijn hoort jullie. Ik weet niet wat dat betekent. Je woont in een dorp natuurlijk, in het oosten van het land. Dus... Kan ik Twitch ook op mijn telefoon kijken? Ja, en dat is fucking goed. Bij mij Android. Werkt dat nooit. Nee, ik krijg dat niet, want dan mist hij een programma of zo om het af te spelen. Wat wil je nou weer? Je moet gewoon de app installeren. Ja, maar dat ging niet. Ja, maar daar heb je toch niet alle streams op? Jawel, maar je moet gewoon even zoeken op GameKings, het kanaal GameKings. Hoppa, Jezus Laatste Christus. Laatste potje en het gaat op een heel guard dog. Goed. Ja, weet je waarom? Omdat je ontspannen bent. Soms zit je met zo'n game in een flow, weet je dat? Ja, precies. En als je dan gaat zeggen van, Shelly, je zit in de flow, dan ga je gelijk dat. Ja. Dus nu ga je gelijk dat. Oh, deze guy is wel heel erg aan het slapen. Hoppa, nog een keer. Je gaat hem head-on aanvallen. Ja, hij is er al vandoor, heb ik het idee. Ja, ik het ook. Andersom. Nu staat hij achter je. Je weet dat hij nu in je rug komt. Nee, nee.
Oh. Oh, daar binnen. Oh shit. Jammer, je had bijna die juggernaut gehad. Oh, ik heb een cap. Oh! Dennis035 vraagt, Boris, wat vind je van de nieuwe alpha footage van Assassin's Creed Unity? Ja, daar hebben we het al over gehad vandaag. We zijn onder de indruk van die trailer. Die trailer is echt heel erg fucking briljant goed. Echt een hele goede trailer. Ik moet echt nog even gaan kijken. Of de game net zo goed wordt... Oh, je was er niet bij dat nee. Weekend. Of de game net zo goed wordt, dat gaan we zien. Maar de trailer is echt heel goed. Oh, je kunt ook GameKings followen natuurlijk. En dan kun je heel makkelijk in je app de follows checken. Natuurlijk. Iedereen zit op zijn mobiel te kijken. Ja, dat moet ik dan ook maar eens even gaan doen. Ja, althans, ik zal maar eens even checken waarom het niet lukt bij mij, hoor. Nou, dat ding maakt ook geen kills. Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal gebouwtjes hier, hè. Ja. Weinig open vlaktes. Je bent gek om in deze game mode dan een beetje buiten te gaan rondrennen. Shelley Stallone. Zullen we hier voorbij komen? Ja, waarom niet? 17 om 6. Jacques Vever, vinden jullie South Park ook een beetje tegenvallen? Game is best wel kort. Nee, ik vind hem niet tegenvallen. Ik vind hem ook niet tegenvallen. Ik vind hem hartstikke leuk. En ik vind hem. Ik begrijp wat je bedoelt met kort, maar het is ook een goed verhaal. En ik had heel erg veel plezier ermee. Dus ik had gewild dat het langer was, maar ik was er niet ontevreden over. Ik heb hem nog niet uit, maar ik vind hem tot nu toe super vet. Cool. Heb je hem al uit? Nee, ik heb hem nog niet uit. Maar kan je hem ook niet te kort vinden natuurlijk. Nee. Tenzij er net 2 uurtjes in zit. Ja, en je hem niet leuk vindt. Maar dan vind ik hem gewoon niet leuk, niet te kort. Oh, die guy deed wel iets heel interessants. Die ging de plantjes in. Nou. Waar is die nou heen? Ah, kut. Nou, weer zo'n chopper. Het is grappig, hè, want ik speel helemaal geen Call of Duty Ghost. En ik speel heel veel Battlefield. Als ik dit zie, dan vind ik dat helemaal niet erg. ...51-51. Spannend. Oh shit, ja, we moeten nou wel even winnen, hoor. Daar zorg jij hoogst persoonlijk voor. Ja, precies. Ach, kuthond. Het hangt er zoveel shit in de lucht. Echt, wat een onzin. Wat doet die haai daar? Een soort aquarium ben je, hè? Ja. Campfest 2014. Ik trek dat zo slecht, hè, campers. Oh. Echt. Ik ben gewend om naar objectives te lopen en zo. En shit te capturen en weet ik veel wat allemaal. Het is ook gewoon niet leuk. Waarom zou je willen campen? Ja, mensen die zich allemaal druk maken om hun KD en zo. Als ze maar 20 om 6 staan. Redactie is af. Aflevering 2 is af. Het script voor aflevering 2 is geschreven. Zondag vertrekken wij op een epische roadtrip. En hoop ik dat ik het overleef na zaterdag. Waarschijnlijk niet. Poeh, dat wordt nog wat zeg. Ik denk dat ik gewoon de hele aflevering ga lopen eilen. Terwijl ik nog met mijn kaken loop te trekken en zo. Hoe vast ben je geworden? Eerste. Kijk hier. Kijk eens. Oh, inderdaad. Ik zag je niet eens staan, omdat ik niet 4 om 8, 6 om 15, 7, 11, 13, 18 en jij dan 23 om 11. Zo goed, hoor. What the fuck? Wat kutteam de hele tijd. Ze zijn echt wel echt heel erg slecht vandaag. 23 om 11 is wel een goede score, vind ik, hoor. Het is kindertijd. Top 1 na beste van de hele match. Ja, en ik zie inmiddels dat het 5 over 6 is. Oké, is het tijd om te stoppen? Is het tijd om deze epische livestream te stoppen? Wat mij betreft wel. Ja, Shelley? Ja, je mag nog wel even doorgaan. Ja. Wat gaan jullie doen dit weekend? Ik ga dus morgenavond lekker feesten. Waar was dat ook alweer? In de H7 Warehouse. Reactor! Met Jeroen Search, Sinful, Kassegrain en Developer en Taddeo. Dat wordt hele... En niet te vergeten DJ Richard fucking Simon. Ja, nee, dat is niet belangrijk nu. Ik wil gewoon lekker... Pilletje erin. Dat zien we dan weer allemaal. Ja, een snuifje er tegenaan. Nee, dat doe ik niet. Nee? Nee, nee, nee. Beetje crack roken? Nee. Heroïne shotjes op zijn tijd hier. Ja, dat kan geen kwaad. Nee. Nee, maar als ik zondag een beetje het mannetje wil zijn. Dan kun je niet crack gaan lopen roken. Dan kan ik zaterdag. Geen crack zitten roken. Shelley, ga jij crack roken zaterdag? Nee, ik ga geen crack roken, maar waarom ik ga niet? Wel de stad in. Daar doe ik niet aan. Ja, maar wel crack ook in de stad of niet? Ja. Op zondag dan, als je niet op zaterdag dat doet. Nou ja, op zondag. Want heb kom je wel eens natuurlijk... crack gerookt? Nee. Kom op, ik zag je van de week hier buiten staan.
Ja, dat is aan die pipe te lukken, inderdaad. Echt de pipe, maar echt. Wat zijn jouw plannen, papa? Ja, precies dat. Met de kids, naar Artis en de speeltuin en dat soort shit. Jullie hebben een jarenabonnement of zo, hè? Ja, tuurlijk. Ja, als je kinderen hebt, heb je een vast abonnement op Artis. Ja. Ik ben er heel vaak. Nou goed, dat was leuk. Dat wordt een mooi weekend. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze livestream. Ik wil je bedanken voor het ontvangen van mijn bands in de chat. Want ik heb jullie allemaal weggeborst. Dat is leuk. Je vond jezelf even belangrijk, hè? Ik vond mezelf belangrijk. Ik vind mezelf altijd belangrijk. Als ik die chat hier, als ik daar een beetje doorheen loop te bannen, gewoon al die bitches gewoon weg. Helemaal geen kijkers meer overstaan. Nee, niks. Allemaal weg, slang. Ja, het raar vinden dat we steeds, dat er steeds minder bezoekers komen en zo. Steeds minder. We hebben vandaag kijkcijfersrecords gebroken, man. Oh. Ja, okay. We hebben 420 kijkers gehad. Waarschijnlijk is het alleen maar goed dat je gewoon af en toe even die gezwellen gewoon ertussenuit snijdt, inderdaad. Ja. Ja. Liam 122 zegt: Boris is level 41 in Battlefield 4. Dat heeft hij dan even opgezocht. Vind ik wel knap. Ja, want je ziet natuurlijk maar. Nou goed, whatever. Oké, hey, dank jullie wel voor het kijken. Het was hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Doei. Hey.